rakkers, ik wilde jullie namens iedereen bijzonder hartelijk bedanken voor de fijne tekeningen. En ik ga ze allemaal bekijken en ik plak ze allemaal thuis weer tegen mijn muurtje aan. Heel blij ben ik ermee. Hé, hey, rakkers, daar zitten de geitenbreiers. Daar zit ook, er zit ook die grote grijze geitenbreier. Wacht, doen we dit even zo hartstikke. Kijk. Daar zit de papjes geitenbreien en de hoofd geitenbreien. Dag, onder Willem. Zo, rakkers. Dan gaan we dus even een lekker potje ervan maken vanmiddag, hè? Ja, la, la, la. Joepie, de poepin. En geef elkaar maar even een klein kerstje. En dan nu alle weg. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag. Oh ja, zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal. Zijn er hier ook een meisjes in de zaal? Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook wel jongens hier? Grote sterke jongens! Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Een ijsje had, ijs met slagroom, lusten jullie dat? Zalig, snap het al, daar smulde van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een paard. Rakkers, bloemkool met een padje is wel lekker, maar weten jullie wat ik het allerlekkerste van de hele wereld vind? Weten jullie wat er vanmorgen dampend op mijn ontbijtbordje stond, helemaal vers gedraaid? En de rook die kwam er nog vanaf, rakkers. Zalig. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje apoep? Waarom willen we een broodje poep? Vinden de kinderen vies? Waar? Is een broodje poep vies, rakkers? Ja, om. Nee, ome Willem, rapapa. Stomme ome Willem, altijd met je broodje poepa. Je niet om met je buis, heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een zeerover die niet plassen kan? Dat bestaat niet. Rakkers, kan een zeerover wel plassen? Stomme ome Willem, rapa. Stomme ome Willem. Ik hoop dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop er mee. Ik knip, knap, knijp, kom er dan. Een hek? Hoe komt dat hek nou opeens zo hier? Weten jullie niet wie dat hier heeft neergezet? Heeft ome Willem dat soms gedaan? Nou zeg, mooi is dat, nou kan ik niet eens meer voetballen. Ja, maar... Nee, ja. Maar heb je het wel gedaan? Misschien heb het wel iemand anders gedaan. En zeg, hé, luister eens even. Wat denken jullie? Zou er wat achter dat hek zitten? Ja. Nee. Ja. Nee, ik wel. Ja? Ik zie je wel. Hé,
Oma Harry? Ja? Weet u misschien of er wat achter dat hek zit? Moet je maar kijken, August. Kijken? Ja. Ja, zeg, kijk wel uit. Misschien zit er een hele grote waakhond achter. Oeh, hey, wacht eens even. Misschien zit er wel een onzichtbare monster achter dat hek. Stel eens. Het lijkt al alsof er hier brand is. Wat is er allemaal aan de hand hier? Ho. Nou. Als jullie allemaal door elkaar... Wat, Alfred? Er zit een hele grote reus achter dat hek. Ach, echt waar, Alfred? Dus hek, jongen. Reuzen... Ik wil er geen woord meer over horen. Reuzen bestaan niet. Oh, nee? Nee. Nou, ik heb hem zelf gezien. En we hebben hem allemaal gezien, hè? Ja, hij was zo groot. Ah, jongens, jullie zijn alleen maar bang helemaal voor niks. Waarom staat dat hek daar dan? Wat? Waarom staat dat hek daar dan? Nou, om die reus tegen te houden. Een hek? Om de reus... Zeg, luister, scheitenbreiers, hebben jullie niks anders te doen dan je een beetje op te winden over zo'n hek, zeg? Ik zou jullie zeggen, dat hek staat er alleen maar... Hé? Hey. Wat doet dat? Dat weet ik ook niet. Dan staat er maar zo een hek midden in mijn tuin, zeg. Ja, nou kan ik niet eens met voetballen over. Ja, aan voetballen, dat kan me niks schelen. Want als ik ergens de pest aan heb, is het aan voetballen, die kleine rode balletjes. Oh nee, daar ben ik blij dat ik daar van af ben. Maar wat ik zo erg vind, is dat er maar zo iemand een hek midden in mijn tuin zet. Daar kan ik woest over worden. Dus je bent niet bang, oma Willem, voor een reus of zoiets? Hoor je wat hij vraagt? Ben jij niet bang, oma Willem, voor een reus of zo? Harry, maar natuurlijk ben ik niet bang voor een reus. Nee, ben je mal? Ach, kind. Jongens, jullie kletsen uit je nek. Oma Willem is bij jullie, kan niks gebeuren. Oma Willem, wie zet daar dat zwarte neer? Dat hek! Was dat misschien een wilde beer? Ach, ben je gek? Dat is geen wilde beer geweest, maar dat is een meneer geweest. Die man is wel een beetje raar, dat wel. Die man die heeft geen mantel, maar een berenvel. Hij heeft een zaklamp groot en sterk, daar is hij 's nachts mee aan het werk. Zijn we dode man's kist. Dat hek daar wil ik niet meer heen. Nee, hou op! Die man heeft een heel groot houten been. Klop, 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 klop. Voor zijn oog en hij zingt zo laag en hij zingt zo hoog. En zeven zijn de dode man's kist en de fles en de haha. Hij is nog wilder dan een beest, oh wee, oh wee. Hij is een
zeerover geweest, hij neemt ons mee. Zijn lamp gaat uit en aan en uit. Hij gaat alle schuit. En geef een man op een dode mans kist. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom... Nee jongens, maar ik begrijp helemaal niet waarom Aug allemaal zo bang is. Want het enige, weet je waar Augus zo van geschrokken is? Augus is zo geschrokken van gewoon van een stem en... Hebben jullie die stem ook gehoord? Ja! Ja, die stem, die heb ik. Die heb ik, die stem die heb ik ook gehoord. Maar... Hè? Wat maar... Zeerover. Zeerover, genade. Ik heb niks gedaan, zeerover. Wie hebben we daar? Jan. Ome Willem. Klaassen. Hallo. Jong, wat kom jij hier doen? Nou, ik kom eens even kijken hoe u het maakt in het buitenland. Nou, ik zei je zeggen, weet hoe ik het maak? Nou, niet goed, Jantje Klaassen, want achter dit hek, daar zit een zeerover. Een zeerover? Ja, kijk maar eens. Niet gezien, hoor. Ome Willem, er is helemaal niks, hoor. Een zwarte, echt niet eerlijk, nee, niet? Nee, echt niet. Ja, ik... Nou, zal ik je... Ik begrijp niet waar jullie je allemaal over opwinden. Er is... Hier, geen zeerover. En dat ga ik even tegen August zeggen, want August maakt zich zo... Ho! Maar wacht eens even. Jantje Klaassen die zit erachter en die zegt dat er geen zeerover zit. Maar August is bang. Ik ben niet bang, ik was helemaal niet bang. Weet je wat ik nou... Weet je, luister. Ik ga direct, ga ik me verkleden als zeerover. Dan denkt August... dat ik hier achter zit. En dan ben ik verkleed als zeerover. En als August dan komt, dan schrikt hij. Maar dan moeten jullie niks tegen August zeggen. Want ik wil dus niet dat August het al weet. Hè? Ga ik mij even verkleden. Joepie de poepie. Oh, dat heb ik gehoord. Wat is die ome Willem een gemene rik, hè? Die wil me altijd in de maling nemen. Zelfs nog in het buitenland. Nou... Nou, dat is me ook wat. Dat is helemaal niet zo aardig van die ome Willem, hè? Ja. Kom ik daar helemaal uit Nederland hier naartoe, naar het buitenland, om te kijken hoe het met hem gaat. En om hem de groeten te doen van Katrijne, van Jantje. En wat doet Jan Klaas? Ik bedoel, wat doet die ome Willem? Die loopt gewoon weg. Hij geeft me niet eens een hand. Nou, mooi is dat, hoor. Hey, ik had hem nog wel een cadeautje meegebracht. Hier is het. Ja, je hoeft me niet meer te roepen, want ik was er al. He? Kijk eens wat een mooie bal. Ja. Ik dacht zo, die ome Willem die wil vast met Jan Klaasje wel een lekker potje voetballen, hè? Maar niks hoor. Vinden jullie dat nou niet heel erg onaardig van ome Willem? Mag je niet voetballen? Hé jongens, wat een nare rot ome Willem is dat, hè? Ja. Nou, die bal, hè, die krijgt hij niet meer, hoor. Nee, weet je wat ik doe? Ik gooi die bal gewoon weg. 1, 2, 3, hupsieke. Au. Wie deed dat? Wie gooide die bal? Was jij dat soms, Jan Klaassen? Nee, meneer de Zeerover.
Wie gooide die bal dan wel? Die kinderen daar. Wie heeft die bal gegooid, kinderen? Ja, Klaassen! Hebben jullie dat gezien? Ik hoor het wel, die kinderen zeggen dat jij die bal gegooid hebt, vervelende Jan Klaas. Nee, ja, weet je welke straf erop staat? Ja. Hè? Op het gooien van ballen? Nee, maar het was niet mijn bal hoor, meneer de Zeerover. Dat was de bal van ome Willem. Ome Willem? Ja. Wie is dat nou weer? Nou, van de televisie. Oh, ome Willem van de televisie. Ja. Aha. Van die vuist op die andere vuist. Ja. Aha, dan zal ik hem eens even laten kennismaken met deze vuist. En weet je wat wij vroeger bij de piraterij deden met ome Willems? Nee. Daar maakten wij soep van. Ome Willems soep. En dan moet jij ook opdonderen, want ik ben in een heel slecht humeur. Dank je wel. Ja. Als die ome Willem de moed heeft om één stap voorbij dit hek te zetten, dan maak ik soep van hem. Is dat begrepen? Ja, ja, meneer. Dan leg ik die bal hier neer. Ja. En denk erom dat niemand eraan komt. Ja, meneer de Zeerover. Dag, meneer de Zeerover. Oh, wat moeten we nou doen, zeg? Als straks ome Willem komt en hij kruipt achter dat hek. Oh jee, dat moet ik hem vlug gaan vertellen. Ome Willem, ome Willem. Oh, mijn... Hé, zeg kinderen. Als ome Willem straks komt, hè, dan ga ik me lekker verstoppen. En dan ga ik me verkleden als spook. En dan maak ik hem aan het schrikken. En hier met dit laken, dat gooi ik gewoon over mijn hoofd. Hé, kijk nou eens. Een bal? Oh, daar kan je fijn mee gooien. Als ome Willem komt, hè, dan krijgt hij hem tegen zijn patat. Geloof hem. daar gaat hij hoor. Hoort ik ome Willem daar nou? Hey, waar is die bal gebleven? Die had ik wat? Hier neergelegd, kinderen. Ik heb die bal hier neergelegd, hè? Die is er niet. Dat heeft ome Willem zelf gezegd. Nee, hoor. Ja. Daar gaat hij hoor. Je krijgt ome Willem hem tegen zijn hoofd. Joepie de poepie. Hé, wat doe jij hier, dikkertje dap, met deze bal? Help! Kom hier, dan zal ik je kiel halen. Ik zal jouw kiel halen vooruit. Hey, zeg rakker. Ik heb me goed verkleed als zeerover. Dus als August er dan aankomt, dan schrikt August zich een hoedje. En als je dan huilt, dan draai je om. Kijk eens hoe August. Hij schrikt. August schrikt. Nou zal ik jou eens eventjes in de pan hakken, hè? Genade, zeerover. Nou heb ik jou te pakken. Ga maar eens even mee. August, help me dan! August! Help! Help! August! Help! 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 Die is geschrokken, zeg. Die komt nooit meer terug, ome Willem. He. August, ik wou je heel hartelijk bedanken. Er is geen ome Willem soep van mij gemaakt. Jij hebt mijn leven gered, August. Heel erg hartelijk bedankt, August. Jong, ome Willem. Ik zou je zeggen, ik zou wel trek hebben in een lekker glaasje. Een lekker glaasje of twee limonade, hè? Ja. Ja, ook wel vier, een stuk of vier, hè, ome Willem? Zes of acht. Jongen, maar ho, maar wacht eens even. Voordat we limonade gaan drinken, zingen wij eerst... Deze vuist op deze vuist.
Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Zo, geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben wij daar de hoofdgeitenbreier. Ja, dat is Harry Banning. Nou, dan krijgen we de papjesgeitenbreier. Dat is Frankie Nonoja. En dan hebben we daar de grote grijze geitenbreier. Ja, dat is Harry Moten. En, hé, hey, daar komt die rakker. Nee. Oh, wat ben jij. Moet je kijken. Hij is Frits Lambrecht. Waar zijn hey. Harry Fritsen? Oh, wat gezellig. En ik ben Edwin Rutten, de film van voeten van de bankrakkers. Joepie, daar, poepie. Maar deze vuist op deze. Houd een lieve zeerover, hoor. Hij doet echt helemaal niks op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik. Zit er hier ook een deurtje waardoor ik naar binnen kan komen? En vertel mij eens even, is het een schuifdeur of een klapdeur? Een klapdeur, klap, zo, dan, joepie, daar. Maar wat ligt hier nou? Kijk eens. Hier ligt een tekening. Hallo kinderen, waar zijn jullie? Hebben jullie allemaal tekeningetjes neergelegd? En kan ik dan steeds ietsje dichter bij jullie? Ja, hier nog één. Ik ben op de goede weg. Maar waar zijn nou die rakkers? En hier nog een tekening. Ja, ben ik warm? Zo, ben ik warm? Ben ik warm? Lekkere rakkers van me. Oh, wat mooi. Zo, nou kan ik jullie goed zien, zeg. Jongen, jongen. Lieve rakkers, ik wilde jullie ook namens mijn moeder heel hartelijk bedanken voor de mooie tekeningen die jullie voor mij gemaakt hebben. En ik ga ze straks allemaal eens even rustig bekijken. Zeg, kind, wat heb jij een mooie hoed op, zeg. Oh, jij ook al zo'n mooie hoed. En... Oh, kinderen. Nou, ze zien er vandaag werkelijk fantastisch mooi uit. En jullie ook met een mooie... Ja, jij lijkt Sinterklaas wel, zeg. Nou, nou. Oh, en een mutskind. En moet je eens kijken wat een... Oh, Rira Roodje. Wat heeft ze een mooi ma? Joodje. Oh, lieve. Ja. Ja, lieve. Rora Rillen, gaan jullie eens zitten op de... Rira Rondje, ga maar zitten op de... Rora Rijer, daar zitten grote grijze geiten. En geef jullie elkaar maar even een klein taartje. En dan nu aan het werk.
Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal. Zijn er hier ook meisjes in de zaal? Vanmorgen dampend op mijn ontbijtbordje stond, helemaal vers gedraaid. En de rook die kwam er nog vanaf, rakkers. Met bovenop zo'n klein puntje, je moeder noemt dat een vlag. En die valt dan zo om. Joep. Oh, als ik daar aan denk, zalig. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een abroodje apoe? Broodje poepies, Harry. Mag ik niet zeggen een broodje poep? Goeie oma Willem, rappapa, rappapa, rappa, rappapa, rappa. Stomme oma Willem, altijd met je broodje poep. Hou daar toch eens een keer mee op. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een houten bril waar je doorheen kijken kan? Dat bestaat niet, dat bestaat niet. Zeg rakkers, kan je door een houten bril niet kijken? Nee. Stomme ome Willem, rapapa, 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 rapapa. Stomme ome Willem, hou er nou toch eens een keertje mee op, zeg, met die stomme dingen. Ik geloof dat ik maar niks meer aan vraag. Er is er alweer gebeurd vandaag. Ome Willem, stop ermee. Kijk rakkers, wij kunnen natuurlijk vanmiddag met elkaar twee dingen gaan doen. We kunnen of kan ik mijn krant gaan lezen, of ik kan een stukje gaan doen. Wat vinden jullie het leukste? Ah, ja, het is jullie middag, jullie mogen kiezen. Hè? Krant lezen, goed, afgesproken, ik doe, hè? Goed, nou even een stukje. Haha, wat heb ik lekker geslapen, wat heb ik zin om de krant te lezen. Nou, zijn we allemaal tevreden. Waar is mijn krant? Geitenbreiers, hebben jullie mijn krant gezien? Niet gezien, ome Willem. Harry Moot, heb jij mijn krant gezien? Grote grijze geitenbreier? Ik lees geen kranten meer, ome Willem. Ik lees alleen nog maar, boeken. Boeken. Zeg maar, hey. Ho. Zeg jongetje. Ik ben een meisje. Hey, Wat is het hier mistig? Vinden jullie het hier ook zo mistig, rakkers? Ligt dat daar? Oh, ja, jij bent toch... Oh, waar is het? Ome Willem, komt u meespelen? Dat is raar, ik heb wel wat anders te doen. Jongen, heb jij mijn krant al gezien? Uw krant? Ja, mijn krant. Ja, wacht eens. Ja. Ja. Ik zie hem. Maar waar is die dan, Aug? Ik zie wat jij niet ziet. Maar waar zie je hem dan, Aug? Nou, ome Willem, dat moet je nou juist raden.
Zullen we dat doen? Ik zie wat jij niet ziet. Zeg me maar liever, waar mijn krant is af, onder de tafel. Ben ik al warm ook? Nee, koud hoor. Koud? Koud. Nee. Hè? Koud, nog steeds warm, hè? Warm. Het wordt warm. Oh, nou wordt het heet op. Nee, koud, ome Willem. Ach, wat jammer nou. Nou vind ik het leuk geweest, ik wil gewoon mijn krant hebben. Ik zie dat allemaal niet. Wat jammer nou, hè? Ja. Nee hoor, lieverd. Ik moet hem zelf vinden, hoor. Ah. Ik weet het ook, hoor. Ja. Nou, dat zoeken we wel eens even rustig uit. Ik zie wat jij niet ziet. Wat zie je dan? Een lieve man. Het is een hele grote. Hij heeft zijn neus gestoten. Het is dus Harry Marink Mouten. Dat was weer veel te moeilijk hoor. Daar heb je het verstand voor. Ik zie wat jij niet ziet. Een man alweer. Nee, deze keer. Een grote zak met noten. Nee, kijk, het heeft vier poten. Dus toch weer Harry Moten. Is deze keer gewoon een stoel. Jij snapt ook nooit wat ik bedoel. Ik zie wat jij niet ziet. Ben ik al warm? Pak eerst mijn arm. Hier toetsen en de snaren. Kan jij daar ook mee varen? Maar kijk dan, halve garen. Een vleugel voor het pianospel. Veel te moeilijk, dat dacht ik wel. Ik zie wat jij niet ziet. De wind misschien. Kan niemand zien. Het zit je aan te staren. Heeft mooie zwarte haren. Een kind met de zwarte haren. Ach, ome Willem, stop nu maar. Jij moet een bril. Zeg, is dat waar? Hij moet een bril. Zeg, is dat waar? Hij moet een bril. Ik wil geen bril. Hou nou, ach mevrouw, houdt u nou toch ook op met spelen? Ik, ja, nou is toch een mevrouw? Ja. Maar, Rakkers, wat heb ik nou eigenlijk aan een bril als ik geen krant heb? Hey, ome Willem. Ja, ou? Hier is je krant, hoor. Waar? Achter het drumstel op je stoeltje. Nou, geef hem dan ou. Nou, alsjeblieft, ome Willem. Hè? De krant. Oh. Maar. August, het lijkt net alsof die lettertjes in die krant ieder jaar kleiner worden. Wat zou er aan de hand zijn? Een bril. Wat? Ik een bril? Ja. Hè? Huh? Ja, het is klein, hè? Wat denk je, zou ik maar eens naar de brillendokter gaan? Nee, ja, maar weet je wat ik zal doen, Rakkers? Ik denk dat ik maar eens gewoon naar de oogarts ga om te kijken of ik een bril nodig heb. Zo, even de deur eruit. Ja. Wat? Ome Willem. Ja. Ome Willem. Die kant op, hè? Die kant op, ja. Ga jij dan maar die krant lezen? Ja, hè? Ja. Ga. Zo, hè. Ja. Nou, leuk hoor. Wat moet ik nou met de krant? Ik kan niet eens lezen. Nou, leuk hè. Ja, nou, zal ik jullie eens wat zeggen? Ik vind er zo niks meer aan. Ik ga er vandoor hoor. Zo. Nee, ik vind er niks meer aan. Katrijn, hey, kinderen, waar zitten jullie? Ja. Oh, hebben jullie Katrijn ook gezien? Ja. Oh, hey, wacht.
Wacht eens, maar waar zitten jullie nou? Ik zie jullie helemaal niet. Hè? Waar dan? Waar dan? Zeg, ik geloof dat jullie je verstopt hebben, hè? Papa, papa, hé, hey, Jantje. Papa, maar kijk, ik ben hier, papa. Ja, maar Jantje, heb jij je nou ook al verstopt, Jantje? Nee, kom hier. Papa, ik ben toch al hier? Ja, dat zeg je al door, maar waar ben je dan, akelige jongen? Ik ben hier, papa, voel dan maar. Zo. Help! Spook! Hé, help! Hé, maar wacht eens. Dat spook, dat krijgt van mij een pak voor zijn broek, geloof dat papa. Nee, papa, ik ben het toch, papa. Ja, dat ken ik. En dan zeker net doen alsof je mijn zoontje bent. Ja, maar papa, ik ben uw zoontje, ik ben Jantje. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar waar ben je, spook? Waar ben je? Oh, wat is hier aan de hand? Nou, wat is dat voor een geschreeuw? Katrein, wat moet het met die knuppel, met die deegroller, Jan? Katrein, dat wou ik je zeggen. Er is hier een spook. En die moet ik even een pak slaag geven. Mama, ik ben helemaal geen spook. Jantje, wat doe jij onder de tafel? Mama, papa wilde me slaan met de deegroller. Oh, Jan Klaassen. Grote kerel, je eigen kind slaan, hè? Schaam je je niet? Oh, Jantje. Ja. Jantje, ben jij het? Ja. Ik dacht dat jij het spook was. Ach, kom hier, lieve schat. Krijg jij een lekkere pakket van me, hè? Zo. Alsjeblieft, dan gaan we maar lekker spelen, hoor. Ja. Dag, Jantje. Dag, mama. Dag. Ja, dag, Jantje, dag. Zo. Jan Klaassen. Jan Klaassen, jongen. Weet je wat jij nodig hebt? Een bril. Een bril? Ja. Hoe kom je daar nou bij? Ik heb helemaal geen bril nodig. Heb ik een bril nodig, kinderen? Nee hoor. Ik kan alles nog heel goed zien. Oh. Zie je nou wel, Jan Klaassen? Zie je nou wel dat je een bril nodig hebt? Hij zag niet eens dat er een trap was. Katrein? Ja. Katrein, ik geloof dat je deze keer gelijk hebt. Heb ik ook, Jan. Ja, we moesten toch maar eens naar de brillendokter gaan. Ja, nou, kom dan maar hier, Jan. Oh, Jan, mijn hoofd. Jan, kom hier. Hou ik je vast. En dan gaan wij samen. Kijk, op de trap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Zag u die auto niet? U hebt gelijk, meneer. Ik zag hem niet. Dank u wel. Zeg, lantaarnpaal. Kan je niet een beetje uit de weg gaan? Als ik eraan kom? Hè? Zal ik jou eens echt even, jongetje? Ja. Nou, weglopen, hè. Als je een vent bent, dan blijf je gewoon staan, hè? Ziezo, ome Willem. Niet bang zijn, dan gaan we eens even kijken, hè? Wat is dat? Een stok, mevrouw. Ja, maar wat wijs ik aan? Nou, een bord, hè? Ja, maar die letter die op dat bord staat. Welke letter is dat? Dat is veel te makkelijk. Zo, niet bang zijn. Kom. Even je kindertje erin leggen. Ja, mevrouw. Zo. Nou, kun je niet zien wat voor letter het is? Nou, wat ik zei, hè, een A. Heel goed.
Nee, dat is duidelijk. Nou, hier. Staat er zuiver. Ja, dat is zuiver en haal, hoor. En dat zijn thea's. Ja, dokter? Kom maar even zitten, ome Willem. Voorzichtig. Ja, dokter. Zo, zetten we even een brilletje op. Dokter! Ja, lees die lettertjes eens even. En een v. Heel goed. De, r, een s, een f, haar, een o, een p, een n, een r, een k, en een m, en een k, en een v, een d, een v. Nou, kijk eens aan. Sudder. Dat is allemaal prima. Dokter, deze bril wil ik hebben. Ja, maar die is van mij. Deze bril zet ik niet meer af. Dokter, hoeveel krijgt u van mij? Ja, dat is dan wel 300 gulden. 300 gulden. Ik vind het geen maar geld, dokter. Dat kan eigenlijk niet, hoor. Dat is één dokter, en dat is twee dokter, en dat is drie dokter. Zeg, dokter, kunt u nou bijvoorbeeld die letters allemaal lezen? Daar? Ja, die kan ik allemaal wel lezen, ja. Oh, allemaal wel lezen. Ja. Ho. Dag, dokter. Joepie de. Dag, ome Willem. Joepie de. Goed zo. Ja, maar... Ratatatatam! Rakkers! Ik ben bij de ogen, dokter. Hoe vinden jullie mijn bril daar thuis? Zit niet te lachen, mama. Hij is mooi. Hij is mooie, rakkers. Zeg, geitenbreiders, hoe vinden jullie mijn bril? Fantastisch! Ja, rakkers, ik kan alles hier zo ontzettend goed zien. Ik ben echt heel blij met mijn bril, hoor. Echt zo ontzettend blij. Dat ik ook alles weer goed kan zien. Daar ben ik nou zo blij om. Hé, heerlijk. Zou ik straks eigenlijk misschien eens lekker. Ja, hij is mooi, hè. Hij is mooi. Zo. Hey, au. Hey. Ome Willem, wat hebt u nou? August, ik heb een nieuwe bril. Vind je me niet een stuk jonger en een stuk klapper, au? Wat een gek gezicht. Die ome Willem. Ik heb geen stomme bril. Niet waar. Zal ik jou eens wat zeggen, Aug? Jij bent alleen maar jaloers. Je moet je kijken, hij heeft alleen maar gewoon een half brilletje. En ik heb een hele bril. Je bent jaloers. En nou wil ik gewoon mijn krant hebben. Oh, de krant, ome Willem. Niks, ouders. De ouders heeft gewoon zo'n stom half brilletje. Krant 1, krant 1. Alsjeblieft, ome Willem. Zo, eens even kijken. Ah, dat gaat wel weer lekker zo. Zo. Ome Willem. Aug. We zouden toch gaan spelen? Aug, ik wil eerst mijn bril uitproberen. Hé, jongen. Ja, maar dat is niet eerlijk, hoor. Nee, en wat moet ik dan doen? Aug, ga jij dan ook gewoon lezen, jongen? Ja, maar ik kan toch niet lezen. August kan niet lezen. Dan had jij ook maar zo'n bril als ik moeten hebben en niet zo'n half brilletje. Zo. Ach, zal ik wel eens wat zeggen? Die stomme bril, ik had niks over die bril moeten zeggen. Nou, ik heb een idee, wacht even. Move. Nou, ik heb wel wat. Doeg. Zo. Hey, ging de bel, rakkers? Ja. Ben je stil? Even horen of die ging. Ik net rustig mijn krant te lezen, gaat de bel weer. Zo. Yes. Hey, rakkers. Wat? Ja, ik. Wat? Hallo. Hallo. Ga je er maar even zitten. Haha, ziezo. Nou heb ik lekker ook een grote leesbel. En dan ga ik... Oh, moet ik zitten de weg, zo. Lekker de krant lezen. Hé,
niks meer. Wat is het ineens mistig geworden, jongens? Ik zie niks meer. Help! Hallo! Help! Is daar iemand? Ome Willem! Ja, Auger. Ja, Ome Willem, ik ben waar hier. Waar ben je, Aug? Ik ben hier, Ome Willem. Waar is hier, Aug? Ik ben hier, maar waar bent u dan, Ome Willem? Nou, ik ben gewoon hier, Aug. Maar waar ben jij dan, jongen? Hier ben ik. Hè? Dat zeg ik toch, ik ben hier, ja, Ome Willem. Ik kan jou toch nooit... Waar is mijn bril? Hij is daar. Kijk eens, hij heeft zijn brilletje af. Zet hem anders op. Ik kan hem niet eens op. Ik kan toch niet een bril opzetten als ik geen bril op heb. Ja. August. Jongen. Ja. Nou. Ja, straks, hè. Nou, zo, hoed op. Hé, zeg dat wel, Aug. Kunt u nou weer goed zien? Ja, ik kan nou weer alles heel goed zien. Hé, ome Willem. Ja. Ik kan ook alles weer goed zien, hoor. Jij wilt toch niet zeggen dat jij mijn bril opgehaald hebt, hè? Even maar. Eventjes maar. Heeft hij mijn bril opgehaald? Jullie weten, jullie mogen niet klikken, hè? Aug, ik wil niet meer dat jij aan mijn bril komt. Is dat duidelijk, Aug? Ome Willem. Ja, Aug. Ik wil nooit van zijn leven meer zo'n grote leesbril hebben als u, hoor. Geef mij mijn halve brilletje maar. Zo. Mijn idee, Aug. Hé, ome Willem. Aug. En nou gaan we zeker, ik zie wat jij niet ziet spelen, hè? Met mijn nieuwe bril gaan wij spelen. Ik zie wat jij niet ziet. Auw, we zien hier 100 vuistjes die worden uitgestoken. 100 vuistjes. En wat zien wij? Wat zien wij? Het deze vuist op deze vuist. Het deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo knip ik maar vol. Krijgen wij eerst de geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben we naar de hoop geitenbreiers van de Hanningen. En dan de pakje geitenbreiers van de Jodoja. En dan ook nog de grote grijze geitenbreier Harimon. En zo hebben wij hier Pieke Dassen, Edwin Rutten. De film van ome Willem. Zakkers, als je een bril hebt, kan je best je A halen, hoor. En ook een amandelige knip zijn, dat kan best. De film van ome Willem. Joepie daar! Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo vlieg ik naar boven. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Zo, dat is me. Hey, Jan Klaassen! Ik had daar toch een fles neergezet. Oh, daar heb ik me zeker vergist. Gelukkig heb ik nog een tweede fles, hoor. Ja. Zo. En nou, wel verhip. Waar is dat glas nou? Nou, had ik maar een ander glas. Zo. Ja. Zo. Lekkere limonade. Wat krijgen we nou, zeg? Zeg, hé, kinderen. Hé, ik droom toch niet, hè? Wat? Zo is er hier een lelijke boef. Oh, hey, boef, ga weg, lelijke boef. Kan je wel mijn limonade pikken, hè? Hey, lelijke, smerige boef. Hey, Jantje Klaassen, wat zit je nou allemaal weer te schreeuwen, jongen? Nou, die lelijke boef, hè, die hebben limonade gepikt. Ja, een hele grote boef. Vraag hem maar aan de kinderen daar. Hey, zeg, Rakkers, dat is dat misschien ook de boef die mijn stoel gepikt heeft.
Jongen. Wacht eens even, ome Willem. Ja. Ik ga naar de politie. Ik zal hem leren, die lelijke limonade pikken. Wat je gelijk hebt. Ja. Er is dus hier een boef die de limonade pikt. Weet je wat we moeten doen? Ik denk dat ik de boef ga vangen. August, kom uit de kelder vandaan! August, wat is er aan de hand? August, er zijn hier limonadeboeven, stoelenboeven. Wij gaan die boeven vangen. Hoi! Hé jongens, we gaan tegen de boeven vechten! Ja. Hey, maar ome Willem. Als het nou eens veel boeven zijn. Als er heel veel boeven zijn, dat kan mij niets schelen. Ja, goed. Hey, maar ome Willem. Als ze nou eens heel erg sterk zijn. Let op. Als die boeven heel groot en heel sterk zijn, Aug, dan heb ik hier in mijn speciale kist. Hebben kleren. En die trekken we dan aan. En dan gaan wij ons gewoon verkleden, Aug, als boeven. En als zeerovers. Zie je dat? Dat is een goed idee, ome Willem. En als dan de boeven komen. Weet je wat wij dan doen? Als de boeven komen, dan worden ze zo bang. Dan schrikken ze van August en van mij. Zo, Aug. Hé, ome Willem. Zo lijken we heel erg op echte zeerovers, hè? Ik zou je zeggen, Aug, als ik jou tegengekomen of ik mezelf tegen zou komen, dan zou ik schrikken, zeg. Hier is mijn boot. Maak voort, Augus. Jongen, je wou toch mee? Aan boord, Augus. Het schip gaat zo naar zee. We gaan boeven vangen, jongen, daar kan ik toch zo naar verlangen. Die boeven met hun lelijke koppen, die willen zich eerst nog op zolder verstoppen. Die willen eerst nog de struiken insluipen, of onder iemand zijn bedje kruipen, of onder de vloer. Maar dat helpt ze geen moer. Maak voort, Augus, jongen, je wou toch mee? Aan boord, Augus, het schip gaat zo naar zee. We gooien die boeven met rotte tomaten, dan roepen die boeven, zeg wil je dat laten? We gaan op ze schieten met grote kanonnen, dan roepen de boeven, wat zijn we begonnen? We gaan op ze schieten met grote geweren, dan roepen de boeven, genade mijn heer. Begrijpen ze wel, dat afschuwelijk spel. Hieronder, dan roepen die boeven, oh wat een gedonder. Geven ze aangebrand eten te eten, dan roepen die boeven, dat is niet te vreten. Ze krijgen een drankje, heel zuur en heel bitter, dan worden die boeven steeds witter en witter. Witter was ik en de held, dat ben ik, August. Aan boord, August, jongen, je wou toch mee? Hey!
en wie ben jij? En wat doe jij hier? Ik wil alleen maar even zeggen, wat doe jij daar? Ja? En ik ben een boes. Ah, aangenaam. Ik ben ook boes. Au, je knijpt mijn vingers zo wat fijn. Wat doe je nou? En ik was eventjes het drumstel van ome Willem aan het pikken. Au! Oh. Hey! Hey, Maron, hey! Hoor je dat? De kinderen hebben groot gelijk. Ik ga het tegen ome Willem zeggen, hè? Wil jij je mond wel eens houden? Als jullie mij verraaien, gaan jullie allemaal in de gehaktmolen. Is dat goed begrepen? En jij ook, hè? Ja. Laat me nu even rustig mijn gang gaan. Hé, kinderen, laten we maar samen ome Willem roepen, want ik ga het toch zeggen, hoor. Zo, ome Willem, ome Willem. La 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 la. Papa, ja. Zeg, Rakkers, Rakkers, ho, ho, ho. Rakkers, moet je luisteren. Kijk. Boeven, boeven. Wat? Mijn drumstel, hij heeft mijn kom. Wacht. Maar dan... Rakkers, luister, 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 lievers, boeven. Rakkers, luister. Als die boef ons weer te pakken heeft, moeten August en ik ons niet als zeerovers verkleden. Ik heb een heel ander idee. August, waar ben je, jongen? Ja. Aug. Hier ben ik, ome Willem. Aug, moet je luisteren. Zeerovertje spelen, dat heeft geen zin. Weet je wat wij gaan doen? Nou? Wij gaan de boeven op een hele slimme manier vangen. Kijk eens. Oh, ome Willem, wat is dat? Dit, Rakkers, dit is goud. En wat wij gaan doen, August, wij gaan het goud hier neer. Dan komt de boef er straks aan. Die grote gemene boef die ook mijn drumstel gepikt heeft. En op datzelfde moment grijp ik de boef bij zijn kraag. Haha, en dan brengen we hem naar de gevangenis, hè, ome Willem? Rakkers, luister. Wij gaan nu hier onder ons verstoppen. En als dan die gemene drumboef komt, grijpen we hem. Kom op, Aug, we gaan in de kelder, jongen. Ah, oh, we zullen hem krijgen, die gemene boef. Hey, wat ligt daar nog op tafel? Wat is dat, kinderen? Oh, is dat van ome Willem? Hey, maar wacht eens even, dat ligt daar gevaarlijk, hoor. Dadelijk komt de echte boef en die pikt dat goud mee. Weet je wat ik doe? Ik neem dat mee. En dan bewaar ik het even voor ome Willem. Hey, wat macho daarmee, jong. Ja, goud stelen, hè? Nee, meneer de agent. Ik wou het alleen maar eventjes pakken om het te bewaren. Ja, bewaren, hè, dat zeggen ze allemaal, ja. Maar ome Willem, straks komt er een echte boef. Ah, nee, Marie, jij bent de echte boef. Jij gaat niks uit te leggen, jij. Jij gaat met... Ik wil het u echt uitleggen, meneer de agent. Jij legt het maar uit in de gevangenis. Hatsakee, in de gevangenis, jij. Hatsada, ratsa, ja, ta. Hé, Rakkers, ik heb nou de hele tijd naar die kant gekeken. Daar zie ik geen agent. Daar zie ik helemaal niks. Ik zie geen boeven. Nou, weet je wat? Ik kan die boef nooit pakken met goud. Ik neem het goud gewoon weer in mijn zak. En dan bedenk ik wel wat anders. Hey, het goud is weg. August, waar is het goud, jongen? Aug, het goud is weg. Kom eens, Aug. Oh, wat zonde nou, ome Willem. Nou bent u al uw goud kwijt. Rakkers. Ten eerste krijg ik van kinderen altijd koppijn. Ten tweede is het zo dat als mijn goud gestolen wordt, dan word ik woest. Ik wil met niemand meer iets te maken hebben. Aug.
Ja, ik ben bezig met dat probleem op te lossen. Eens even kijken, die boef. Daar begin ik nou toch wel heel erg boos op te worden, op die boef. Als die boef denkt dat hij hier alles maar kan komen pikken, wat denkt hij eigenlijk wel? Ja, oma Willem. Sla maar op zijn donder, hoor. Geef hem er maar goed van langs. Ik denk dat het daar wel van komt, Aug. Oom Willem. Lakkers, de hoofdgeiten. Het is wel een hele grote en erg sterke boef, hoor. Oh ja? Ja, hoor, want hij heeft de boef in de poppenkast zo hard in zijn hand geknepen, dat de tranen in zijn ogen sprongen. Rakkers, wij moeten nu ogenblikkelijk geitenbreiers, August. We moeten er ogenblikkelijk vandoor, Harry. Oom Willem, kap op, laat ons niet door zo'n stomme boef op de kop zitten, hoor. Ja, maar als de boef hier komt, dan pakt hij niet jou, maar mij. Ik heb een heel goed idee, oom Willem. Hé, Rakkers, wat ga je doen, Harry? Ja, August, kom eens hier. De hoofdgeitenbreier heeft een goed idee, August, Rakkers. Jij doet net of je een spaarvarken bent. Oeh, spaarvarken! Ja, oom Willem en ik houden dit touw vast. En als de boef komt, dan laten we hem over dit touw struikelen. Heel goed. Geef maar hier. Kom maar. Zo. Ja. Kom maar. Kom maar. Kijk eens. Hebben jullie wel eens een spaarvarken gezien? En dan is August is het spaarvarken. Zo. En dan trek ik direct aan het touw. Iets die kant op, varkentje. Oh, even luisteren. Er zitten een heleboel centjes in. Nou, daar gaat hij. Zo. Een spaarvarken met rijksdaalders, dat wil ik wel. Nou hebben wij de boef gewonnen. Rappapa. Ik zal het allemaal uitleggen. Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Wat is er dan allemaal gebeurd, vertel eens. Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat vertel je dan maar ergens anders. En de diamanten dan naar uit in de gevangenis, hè? Zo is het. Zullen we meteen wegbrengen, ome Willem? Kom maar. Nee, we zullen eens even kijken of die boef zijn vuistje ook leeg kan maken, dicht kan doen en of de boef misschien ook een klein liedje kan zingen van die vuistjes. Ja, boefje. Goed zo, boefje. Gaat alweer een stuk beter, hè? Zo. Rakkers, de geitenbreiers in het orkest. Zo hebben wij daar de hoofdgeitenbreier. En wie ben jij, kereltje? Hé, hey, Aard! Nou, dat vind ik wel leuk. Aard Staartjes. Aard Staartjes, ja. Edwin Rutten, de film van oma Willem. Ajoepie. Ja, oei. En zo klim ik naar boven. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Joepie, daar! Oh, ik vind het zo gezellig dat jullie er ook... Jongen zeg! Rira, rol, dat mandje zit helemaal... Rora, rekeningen met een boel mooie... Oh, Rakkers, heel hartelijk bedankt voor de mooie tekeningen. En jullie thuis ook, Rakkers, hartelijk bedankt voor de leuke brieven die jullie allemaal naar ons gestuurd hebben. Zo, lieverd, wat is het? Mijn moeder is vandaag jarig. Lieve schat, heel hartelijk gefeliciteerd. Mama van dit meisje.
Mag ik je heel hartelijk feliciteren, moeder? En steek je hand eens uit zo. Kijk. Zijn dikke kus van ome Willem, die leg je op de fruitschaal en die gaat nooit meer op. Pak je hem eraf, doe je hem op je wang, moeder, en ligt er daarna gelijk weer een nieuwe kus. Dag, lieverd, gefeliciteerd. Met mama, hè? Hé, wacht eens even. Daar zit een grote grijze geitenbrein. Ik ga even naar hem toe. Dag, Harry. Dag, ome Willem. Dag, Frankie. Dag, Harry Banning. Dag, ome Willem. Zo. Rora Relletje, hier is mijn drumstelletje. En geef mekaar maar even een klein... Katja? En dan nu... aan het werk. Luister even wat ik vraag, luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee, doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal? Ja, jij zelf meiden. Doet mij veel plezier. Zijn er ook alle jongens hier? Ah, mannenbroeders. Wat ik ook nog vragen wil. Is er hier een krokodil? Wou dat ik een ijsje had. IJs met slagroom. Lusten jullie dat? Zalig, snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wel een bloemkool dan? Paapje, met een paapje, met een paapje. Dat als bloemkool met een papje is wel lekker, maar het allerlekkerste van de hele wereld. Weten jullie wat dat is? Ja, zalig. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje apoep? Waarom willen we een broodje poep? Vinden de kinderen vies? Is een broodje poep vies, maar? Ja. Mag ik niet zeggen een broodje? Geen broodje poep. Rappa, 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 rappa. Stomme, stomme, stomme ome Willem. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafelduis? Ja, ah, dat zal wel, maar staat er op die tafel dan een dode auto waar je ruzie mee maken kan? Waar bestaat die, ome Willem? Waar bestaat die, ome Willem? Rakkers, als er bij jou op tafel een dode auto staat, kan je daar geen ruzie mee maken? Ome Willem, rappa, rappa, rappa. Domme ome Willem. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Er is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop ermee. Ik knip, knap, kneep, open, daar. Poepoe. Ik ben werkelijk nou al doodmoe, Rakkers. De hele dag maar lopen sjouwen, lopen draven en lopen sloven. En ook voor jullie. Jullie die hier zijn. Ik heb lopen sjouwen en doen. En ik zou jullie zeggen, Rakkers. We houden het vanmiddag heel, heel kalm. En heel rustig. Is dat duidelijk? Goed zo. Dan ga ik nu eens even lekker, heel rustig, zonder gezeur, Hannes, aan mijn kop, mijn krantje lezen. Ome Willem! Ome Willem! Ome Willem! Ome Willem! August
vaak moet ik jou nou nog zeggen dat jij niet met je voetbal naar binnen moet komen? Wie moet dat allemaal weer opruimen? Ome Willem. Zal ik jou eens wat zeggen, jongen? Ome, jij denkt dat ik zeker niks anders te doen heb. We zouden toch gaan? Wat? We zouden toch gaan? Nou, we zouden toch gaan voetballen? Denk je dat ik niks anders te doen heb, Aug? Nou, maar u hebt het beloofd. Kijk, August, dat zal allemaal wel. Maar zoals je ziet, jongen, heb ik op dit moment echt helemaal geen tijd. Oh, en zeker wel voor die stomme krant, hè? Wij worden, dacht ik, toch niet brutaal, August? Ach, wat. Stomme rot, ome Willem! Dat zal, August, dat zal je terugnemen, jongen. Kom hier, August, ben je hem al. Jan Klaassen, Jan Klaassen. Ach, kinderen, hebben jullie Jan Klaassen ook gezien? Nee! Oh, wat is het toch een nare kerel. Ja, die Jan Klaas is zo'n nare kerel. Hij doet alleen maar waar hij zelf zin in heeft. En ik kan alles maar weer opruimen, hè. Oh, Jan Klaassen, waar zit je nou toch? Jan! Hé, psst, kinderen. Werd ik soms geroepen? Ja. Wie riep er dan? Oh, dat dacht ik al, ja, dat klopt. Die zoekt me. En weet je, daarom heb ik me ook verstopt. Want weet je waarom ze me roept? Nou, ze roept me omdat ik mee moet helpen met schoonmaken. Nou, is dat nou boenen, dweilen, afstoffen? Is toch niks voor een man, hè? Nee hoor. Zeg, hé, kinderen. Zijn er hier ook kinderen met vaders die helpen met schoonmaken? Ja! Oh, wat een rare vader, zeg! Nou, mij niet gezien hoor! Oh, wacht even. Wacht, ik hoor wat. Ja, komt ze weer. Ja. Ik moet me gaan verbergen. Even, maar waar? Oh, hier achter de paas. Jan! Oh, papa! Oh, papa, je bent erbij, papa. Ik heb je wel gezien, kom er maar achter vandaan, papa. Hey, Jantje, opschieten, wegwezen. Ja. Ik doe helemaal geen verstoppertje vooruit. Ja. Mama. Ja, wat is er, Jantje? Wat is er, mijn kind? Papa heeft me een duw gegeven. Heeft papa jou een duw gegeven? En waar is papa dan? Papa is daar, achter die vaas. Oh, schatje, kom maar bij mama hoor. Huil maar niet, alles komt best goed. Dan zal ik je lelijke vader eens een lesje leren. Dat die kleine kinderen niet mag duwen. Kom maar mee, Jan Klaassen. Zo, ja, die leren we wel een mooi lesje. Zo, ja, Jan Klaassen, kom daar onmiddellijk achter vandaan, want ik heb een hele leuke verrassing voor je, Jan Klaassen. Oh, heb je een leuke verrassing voor mij, Katrijn? Nou, kijk eens aan, alsjeblieft. Au, dat is één, en dat is twee, en dat is drie. Zo, hopseke, pas, boem, zo. Ja, u zegt altijd... Straks kom ik meespelen, maar u komt nooit meespelen. Altijd moet ik alleen spelen. Dat is helemaal niet waar, August, want ik speel elke dag met jou, jongetje. Oh ja? Ja. Elke dag? Elke dag. Welke dag dan? Wow. Gisteren niet en vandaag niet. August, wou jij zeggen dat ik een liegbeest was? Haha, rakkers, ik doe toch altijd alles wat ik zeg? Ja, hoor je wel, zij zeggen het ook. Ja. Hey, ome Willem, kunst. Zij zien u alleen maar op de tv, maar ik maak u elke dag mee. Oh. Oh, August, oh, wat vind ik dat gemeen. August, wie is degene
die al jaren voor jou klaarstaat, August. Wie heeft er al jouw luiers verschoond? Wie heeft altijd 's nachts water gebracht? Wie heeft zelf jouw amandelen geknipt? Jouw goeie, trouwe ome Willem. Dag en nacht stond ik voor jou klaar, jongetje. Ik heb alles, maar dan ook alles voor jou gedaan. Alles? Ja, alles. Ja. En ik vind jou, August, ik vind jou eigenlijk zo'n rotjong. Ja. Hier. Ik zal het jullie zeggen. Au. Er zal nog een dag komen dat jij dit allemaal heel erg zult missen. Let jij maar eens op als ik er niet meer ben, August. Let jij maar eens op als ik dood ben, August. Dan heb jij geen praatjes meer, jongetje. Nee, maar u ook niet, ome Willem. Dat is toch helemaal wat moois. Ja, natuurlijk, als ik dood ben, heb ik geen praatjes meer. Zeg, zijn jullie ook zo brutaal tegen je vader en moeder? Nou, en als ik dood ben, dan zal ik jullie zeggen, rakkers, dan lacht August niet meer. En dan lachen jullie ook niet meer, geitenbreiers. Als ik dood ben, ziet de wereld er wel anders uit, rakkers. Als ome Willem dood zal zijn, dan hebben jullie wel verdriet. Dan klinkt er een verdrietig lied. Al in de maanschijn. Als ome Willem dood zal zijn, dan roepen jullie naar elkaar. Was ome Willem er nog maar, dan was het hier nog fijn. Als ome Willem dood zal zijn, dan weten alle mensen pas hoe aardig ome Willem was, hoe goed voor groot en klein. En als ik dood ben, lig ik stil. Net of ik slaap, zo lig ik daar. Maar dan komt er een tovenaar die vraagt wat of ik worden wil. Een aapje of een krokodil, een schaapje of een ooievaar, een dikke man met een sigaar, een bloempje in april. Ik weet het al, ik word een paard, ik draaf zo lekker door de wei. Dan komen jullie daar voorbij, dan wuif ik met mijn staart. Als August mij daar draven ziet, dan roept hij met mijn paardenstem: August! Maar wat dom van hem, August verstaat me niet. Als ome Willem dood zal zijn, o wee, dan spijt het jullie zo. En dan heet deze studio het ome Wee. Toch nog even over de brutale mond van August nagedacht. Ik vind dat August maar eens een lesje moet hebben. Hij moet maar eens weten hoe het is als ome Willem er niet meer is. Hoe zal ik hem eens even te pakken nemen? Dat is misschien een goed idee. Kijk, ik doe net alsof ik dood ben. En dan piept August wel anders.
lieve rakkers. Jullie ome Willem neemt afscheid van jullie. Tabé, ome Willem is nu televisie. Ome Willem. Hij slaapt. Ome Willem. Hij slaapt. Hij slaapt. Hè, ome Willem, slaapt u? Nou, zeg nou toch eens wat, ome Willem. Hij is dood. Oh, hij is dood. Jullie hebben gelijk. Ik hoor helemaal niks meer kloppen. Oh, wat erg. Ome Willem is dood. Ome Harry, ome Willem is dood. Dat kan gebeuren, August. Ome Willem is ook maar een mens. Oh, maar dan ben ik helemaal alleen? Nou ja, alleen. Oh, maar wij kennen hem. Hé! Hey. Dan mag ik ook zijn petje. En zijn horloge. August, August. Zou je dat nou wel doen, joh? Jazeker. Ome Harry, en weet je wat ik ook nog ga doen? Ik ga een lekker potje drummen. Zo. Even kijken hoor. Zo. En geef elkaar nou maar even lekker een klein kusje. Zo. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Is het ja of is het nee? Ja, zeg hé, wat is dat nou? Is het nou ja of is het nou nee? Ja. Ome Willem, zeg, hey, ome Willem. Oh. Kan dat nou? Waar is hij nou? Oh. Er tikt iemand op mijn schouder. Er tikt echt iemand op mijn schouder. Wat eng. Het lijkt wel of het hier spookt. Ja. Rust. Ome Willem, de geest van ome Willem. Ome Harry, de geest van ome Willem. Wou jij mij spreken? Wou, rust. Nee, ik wil je niet spreken. Ome Harry, zeg dat hij weggaat. Vraag het maar, August. Is hij dood of levend? Vraag het maar. Ome Willem, zijn geest, ben je dood of levend? Dat weet ik ook niet, maar misschien droom jij wel. Zal ik jou even heel hard knijpen? Ja. Hey. Ome Willem, u leeft! Hoi, 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 hoi. Ja, Aug. En ik zal jou zeggen, jongen. Ik ben niet van plan om dood te gaan. Althans, de eerste tijd nog niet, August. Al was het alleen maar, jongetje, om jou te zeggen dat als ik dood ben, blijf jij van mijn drumstel af, August. En ik wou nou mijn petje terug hebben. En mijn horloge. Dat is goed, ome Willem. Maar eerst... Ho, Aug, ik wil mijn petje hebben. En dan krijg jij van mij een ander petje. Dan gaan we direct buiten met al die rakkers voetballen. Joepie, daar! Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Ik ben toch liever levend hoor, rakkers. Krijgen we nou die levendige geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben we daar de hoofdgeitenbreier, Harry Pabrik. Ja. En dan hebben we de papjesgeitenbreier. Ja. Nou ja. En dan de grote grijze geitenbreier.
Harry Motors. En kijk eens even. Hier hebben we Piekendassen en Edwin Rutten. De film van Ome Willem. En joepie daar. Vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Joepie. Dat jullie er allemaal zijn. Alleen vind ik het nou zo jammer dat jullie niet een stelletje tekeningen hebben. En ik me denken dat jullie geen tekeningen hadden gemaakt. Nou, daar liggen ze, rakkers. Die ga ik straks eens allemaal bekijken. Zo. Ja, ja, hoor dan. Hebben jullie al gegeten, rakkers? Ja. Dag Harry Banning, Willem. Dag Frankie Noja. Zo, rakkers. Niet alleen ik rammel, maar mijn drumstel ook, rakkers. Ja. En dan nu? Aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens. Even allemaal, zijn er hier ook al meisjes in de zaal? Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook al jongens hier? Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ik een ijsje had, ijs met slagroom. Lusten jullie dat? Ja! Snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een paardje, met een paardje. Oh ja! Met een paardje. Rakkers bloemkool met een papje is wel lekker, maar weten jullie wat ik het allerlekkerste van de hele wereld vind? En de rook die komt er altijd nog vanaf, rakkers, vers gedraaid, dus zalig. Oh, zo lekker. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een abroodje? Een waarom wel een broodje poep en een kinderfiets? Een broodje poep, waar? Is een broodje poep vies? Ja. Mag ik niet zeggen een broodje poep? Nee, geen broodje poep. Goeie ome Willem. Rapapa. 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 Stomme oma Willem. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een bordje rijst dat vliegen kan? Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Harry, kan een bordje nasi goreng niet vliegen? Nee, een bordje nasi kan niet vliegen. Meisjes, is ome Willem gek, ja of nee? Ja! Jongens, is ome Willem gek, ja of nee? Ja. Rappa, rappa, rappapa, rappa! Stomme ome Willem. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop ermee. Knip, knap, kneep.
Het is vandaag een hele speciale dag. Het is vandaag. Nee, kerstmis ben je gek. Hebben jullie in februari of in maart kerstmis? Nee, het is vandaag Nassiedag. Eén keer in het jaar maak ik nasi. Maar dat is dan ook de allerlekkerste nasi die er is. Hoor. Zo, houden jullie ook zo van nasi, rakker? Ja! Wat zit er nou allemaal bij de nasi? Vlees, ja, rijst en kroephoek en een gebakken eitje eroverheen. Oh, zeggen jullie maar tegen je moeders, rakkers, dat ome Willem de lekkerste nasi maakt van de hele wereld. Ga eens even kijken of het alles nou, is even zien. Ik heb hier lekker een zuur bommetje, ketchup, uitjes, peper, zout, prei, de bordjes. Nou moet ik alleen nog hebben de rijst. In een pan. De rijst in een pan. De rijst in een pan. Het is nachtsiedag dat dat zomaar kan. Jan Klaassen. Jan Klaassen. Ja! Oh, wat zit die vervelende vent nou toch, hè? Hebben jullie misschien Jan Klaassen gezien? Nee. Nee? Oh, wat is dat toch een nare man, hè? Heeft hij alles opgegeten wat er in huis te eten was? De hele koelkast heeft hij leeggegeten. Daar heb ik helemaal niks meer in huis. Gelukkig, ik heb hier beneden nog een boterhammetje. Laatste boterhammetje, dat is voor Jantje. Zal ik hem meteen maar even klaarmaken, hè? Jan, Jantje, eten. Jongetje, liefje, waar ben je nou? Hoi, kinderen. Hoi. Hey, kinderen, luister eens even. Hebben jullie ook zo'n honger? Ja. Ik kan de hele dag kan ik wel door blijven eten. Zou er nog wat te eten zijn? Ja! Oh, wat ziet mijn oog! Een lekkere boterham! Oh, die ga ik lekker opsmikkelen. Wat zei jij daar? Was die boterham van Jantje? Hoorde ik dat? Oh, maar zeg hé, Jantje heeft maar zo'n klein maagje. En ik heb een hele grote, dus... Voor de bakker? Nee. Ik heb nog honger. Dat is toch stom? Ja, het was wel lekker, ja. Hé, Jantje. Wat sta jij daar allemaal te kijken, jongen? Ome Willem, ik heb toch zo'n honger, hè? Heeft u misschien wat te eten voor mij? Nou, het toeval wil, Jan Klaas. Ik ga nasi. Maken. Nasi? Ja. Oeh, heerlijk zeg. Dus jij houdt wel van nasi, ja kereltje? Oeh, nasi ja. Met boerenkool en ijs, ome Willem. Hey, ome Willem, is het al klaar? Nee, nog niet. Nou, hey, maak het maar een beetje pittig hoor, met sambal en zo. Sambal, dat is toch dat rode spul wat zo... Dat zal ik ook nog even halen. Goed idee, Jantje Klaassen. Bedankt, jongen. Ja, hey, kinderen, ik heb toch zo'n honger, hè? Weet je, ik zou best vast een bordje van die nasi lusten, hoor. Hey, zo. Zo. Ik. Help! Doe er lekker een beetje sambal bij en... Hey. Jan Klaassen, wat krijgen we nou? Oh, ome Willem, ik ben toch zo mis. Ja, dat komt ervan, kereltje, als jij zo gulzig bent, hè? Oh, ik heb een nasi vergiftiging. Weet je wat jij maar eens moet gaan doen, kereltje? Jij gaat meteen maar in je bed liggen. En dat is een goede les voor jou. Zo.
ja, dat krijg je ervan. Nou, Rakkers, dit is de sambal. En nou doe ik straks, kijk, als je nou hele hete sambal hebt gegeten, dan kan je dit zo'n stukje kroephoek zo lekker op je tong leggen. Ja. En dan gaat dat scherper, alles een beetje weg. Dat wil. Dat is altijd zo. Hé, wat stinkt het hier, zeg? Wat stinkt het hier? Zeg, ouders, weet je wel wat je zegt? Ik maak nasi. Nasi? Nasi. Wat nasi? Nasi. Weet jij niet wat nasi is? Nee. Jij weet niet wat nasi is, ouders. Nog van God. Zeg, Rakkers, hij zegt dat het hier zo ontzettend stinkt. Maar dan denk ik dat ik die August maar eens even een stevig potje te pakken neem. August, jij wil weten wat nasi is, hè, jongen? Ik heb hier mijn kookboek. En in mijn kookboek staat precies hoe je nasi klaarmaakt. Rakkers, ik zal het alles voor de gek houden. Een neusnot met zilveruitjes, witlof, oorvuil, natte spruitjes, muggenzift en spinnenpap, van rattenbillen nog één hap. Eet u smakelijk, wees niet bang, tast maar toe en ga uw gang. Nageltjes van kindertenen, met het korstje er nog aan, kontjes van acht winterpenen, krokodillen, levertraan. Eet u smakelijk, wees niet bang, tast maar toe en ga u groen geworden melkresten, plus jenever, veel en vies, slijmandijvies smaakt het beste met een druppel eigen. Eet u smakelijk, wees niet bang, tast maar toe en ga uw gang. Eerst van stront een fikkie stoken en daar op je potje koken. Later roken, blijven roeren, zet het neer voor boeven en spoken die daarop liggen te loeren. Als ze hebben ingebroken, moet je dat maar aan ze voeren. Dan zul je zien, daar schrikken ze van. Ze spugen het uit en dan doe je hun kots weer terug in de pan. Nog één hap. Eet u smakelijk, wees niet bang. Witlof, oorvuil, natte spruitjes, muggenzift en spinnenpap. Van rattenbillen nog één hap. Dat is nou nasi. Zo, dat is nou nasi. Nou, ome Willem, dan geef ik u op een briefje. Ik hou helemaal niet van nasi. Dit zal toch helemaal wel te dol worden, zeg. Dan ben jij toch eigenlijk ook een ontzettend vervelend en verwend ventje, August. Ik zal je zeggen, jongetje. In Afrika zijn er duizenden kinderen die zouden smeken om zo'n lekker bordje nasi van ome Willem, jongetje. Ja, zo. En ik zal je zeggen, jij houdt er niet van. Maar die geitenbreiers, Rakkers, de geitenbreiers, oh, die vinden het zo ontzettend lekker, mijn nasi. Hé, oma Harry, houdt u van nasi? Nou, om eerlijk te zijn, eigenlijk niet zo erg. Hè? Ho. Harry Bannink, is een bordje nasi jou soms te min, kereltje? Niet te min, maar ik vind het erg niet lekker. Ik denk dat ik een beetje voor de gek gehouden word, maar dat ga ik uitzoeken tot op de bodem. Jij wil dus geen nasi. Ah, Rakkers. Maar de grote grijze geitenbreier, die heeft vast heel veel zin
in wel twee borden met nasi, hè? Ik mag geen nasi, ome Willem, van de dokter. Oh, en dan is zeker de papjesgeitenbreier ook een beetje te gevoelig voor nasi. Huh? Ik heb gisteren net nasi gegeten, ome Willem. Ja. Altijd hier hetzelfde. Natuurlijk, Rakkers. Wie slooft zich uit? Ome Willem. Wie doet de boodschappen? Wie wil alle mensen altijd verrassen en een plezier doen? Ome Willem. En wat krijg je? Stank voor dank. En ik zal jullie zeggen, ik ben woest. En ik zal jullie nog eens heel wat anders zeggen, hoofdgeitenbreiers en August. Jullie ben. Kijk het maar met je nassie. Matrassie in de wassie. En jij houdt je ook stil. En jij ook. Ik denk dat oma Willem een beetje boos is, joh. Heel erg boos, oma Harry. Nou. Hé, oma Harry, daar kunnen wij toch niks aan doen? Ja, hij wilde ons verrassen en heeft al die spullen in huis gehaald. En het was natuurlijk van ons niet zo leuk om steeds maar nee te zeggen, hè? Tja. Want al nasi is eigenlijk best heel lekker. Hé, zeg, oma Harry, zouden we het nog goed kunnen maken? Tja, ik weet het niet. Wacht eens. Ja. Als we nou eens zeggen dat we het wel graag lusten. En dat we het heel lekker vinden. Ja, wacht even. Ramtatam, tralalda, he, begint al lekker te ruiken. Ome Willem! Ome Willem! Willem, we hebben er nog eens over nagedacht, hè? En eigenlijk, hè, vinden we nasi heel erg lekker. Meneer? Ja, dat zal al, oog. Ja, 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 ja. Echt waar? Is het niet zo, oma Harry? Nasi is heel erg lekker. En heel gezond, oma Willem. En vooral de nasi van oma Willem. Daar straks hadden jullie geen trek. Huh? Ome Willem. We hadden u verkeerd verstaan. We verstonden... Jassie. Huh? Ja, en Jassie lusten we niet. En dat moet ik allemaal maar geloven, die onzin die jullie zeggen hier. Ja, echt waar. Vraag het maar aan die kinderen, niet waar, kinderen? Ja! Ja. Wacht, ho. Dus jullie vinden mijn nasi... wel lekker. Ja. Oh ja. En jullie zouden mijn nasi wel willen proeven. Oh ja. Maak wat nasi voor ons klaar. Is het zo, kinderen? Nee. Uitstekend. Dan ga ik nasi maken omdat jullie zo graag willen en jullie zo aandringen. Volgens mij zitten ze me nog steeds in de maling te nemen, hoor. Maar ik zal jullie zeggen, ik zal die geitenbreiers en August wel eens even heel stevig te pakken nemen. Lieve August, geitenbreiers, gaan jullie maar even wat voor jezelf doen. Dan maak ik ondertussen lekker de nasi klaar, hè? Zo, hey, Rakkers, weet je wat ik doe? Ik doe er gewoon een lepel sambal in. Zo, om onze pakken te nemen. Ah, dat heb je vast verkeerd verstaan, August. Dat doet ons er niet. Nee. Hey, zeg, nou weet ik het helemaal goed gemaakt, Rakkers. Ik doe gewoon het hele potje erin. Het hele potje sambal heeft hij erin gedaan, oma. Het hele potje sambal? Ja. Moet kunnen, August, moet kunnen. August. Wow.
zeg, ik denk dat jullie wel zo langzamerhand trek hebben in een beetje nassie en dat de maag knooien, hè? Oeh, ja, heel graag. Doe je vestje maar vast open. Zo, zo. August gaat overtje spelen, hoor. Ja, zo, ja. Ome Willem. Hoi, 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 hoi. Oh, ja. Alsjeblieft. Kan mij niet schelen dat August lekker maakt. Maar nou moet je ze zingen, hoor. Zo, en smaakt het? Heerlijk. Is het niet een beetje, is het niet een beetje heet? Is het helemaal niet pittig? We houden wel van heet, hoor, ome Willem. Is er nog een beetje sambal? Er is genoeg in de pan. Nee, ome Willem. Moet je jou zelf ook niet een beetje hebben? Nee. Ik heb het voor jullie gemaakt, hoor. Ja, maar ome Willem. Je moet mee eten, hoor. Wat? Ja, ja. Eerlijk is eerlijk, ome Willem. Maar. Die waar, kinderen, echt waar, hè? Moet ik ook mee eten? Ja, ome Willem. Als een keertje bij mij. Ome Willem, eten! Lekker, zeg. Nou, geitenbrei is een ouders. Ik heb jullie heel goed te pakken gehad. Want ik had er helemaal geen sambal in gedaan, hoor. Nee. Haha, haha. Maar wij, ome Willem, hebben u ook te pakken gehad. Want wij hadden nasi van de Chinees. Zo. En wisten jullie dan, rakkers? Ja! En waarom hebben jullie mij dan niet even gewaarschuwd? Nee. Ja, ja. Maar in ieder geval, Aug, je hebt me goed te pakken gehad. Maar geitenbreiers, willen jullie dan straks ook een beetje van mijn nasi proberen? Ja, hoor. Nou, lekker. Krijgen ze toch nog wel te pakken. Nou, Aug, Knul, we gaan direct lekker mijn nasi eten. Nasi met trassie en een jassie. Maar eerst deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Kerren we nou de geit. Hebben jullie helemaal geen tekeningen voor? Ik kom binnen en ik denk, die rakkers hebben geen tekeningen gemaakt. En wat ligt hier? Rora rekeningen, allemaal tekeningen. Ah, rakkers, wat gezellig dat jullie er allemaal zijn, zeg. Ah, leuk. Zo. Zien jullie er allemaal mooi uit met je hoeden en je petten? Maar ik ben B.A. Ja, jij ziet er ook goed uit, zeg. Hé, hey, rakkers. Wie zit er daar op zijn akko en hoofd? De grote, grijze geitenbreier. Dag ome Willem. Ja, lekker rakkers. Dag geitenbreiers. Zo rakkers, we gaan er maar eens even een lekker potje van maken. Want ik heb een bijzonder goed humeur. En dan nu... werk. Aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal? Ja, gezellig meiden. Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook jongens hier? Ook sterke jongens. Wat ik
ook nog vragen wil. Is er hier een krokodil? Nou, ik wou dat ik een ijsje had. Ijs met slagroom, lusten jullie dat? Zalig, snap het al, daar smulde van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een papje, en een papje, en een papje, en een papje, ja! Frankie Nono, ja, bloemkool met een papje is wel lekker, maar rakkers, weten jullie wat ik het allerlekkerste van de hele wereld vind? Weten jullie wat er iedere ochtend dampend op mijn ontbijtbordje staat? Helemaal vers gedraaid. En de rook die komt er nog vanaf. Het lekkerste van de hele wereld. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje aboe? Kinderen vies. Is een broodje poep vies? Een broodje poep is vies. Mag ik niet zeggen, een broodje. Geen broodje poep. Voor je ome Willem. Rappapa. 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 Stomme ome Willem, ook altijd met je broodje poep. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Ja! Ja, dat zal wel, maar staat er op die tafel dan een grote wolf die je opensnijden kan? Dat bestaat niet! Dat bestaat niet! Dat bestaat niet! Harry, staat er dan nooit op een tafel een grote wolf? Nooit. Die je opensnijden kan? Nee, er bestaat geen wolf op een tafel. Jongens, meisjes, rakkers, is ome Willem gek, ja of nee? Ja! Ja! Rappa, rappa, rappa! Stomme ome Willem ook altijd. Bah! Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg. Zo, dat liedje hebben we ook weer gehad. En nou moet ik er als de bliksem van door, want het is al laat. Gaat hij nu al weg? Ja. Dat weet je toch. Ik ga vanavond weg, ja. Nee hoor, ik weet van niks. Nou, in ieder geval, weg. Up zo. Gaan we weg? Hoi, 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 hoi. Ik ga vanavond weg. August. En ik dan? Jij mag lekker de hele avond alleen thuis blijven. Ik wil helemaal niet thuis blijven. Ik wil mee. Ik moet altijd alleen thuis blijven. Dat is helemaal niet waar, Aug. Jij hoeft helemaal niet altijd alleen thuis te blijven. Altijd gaat u alleen weg. Weet u wat dat is? Bah, dat is gemeen. Bah! Nou ja, zeg. Hij heeft toch wel een beetje gelijk, ome Willem. Ja, maar mag ik misschien ook eens? Ja, een keertje. Daarbij, hij is helemaal niet alleen. Jullie zijn er als ik wegga. Jullie zijn er allemaal. Nou, of laat Jan Klaassen en Katrijn maar eens een keer op August passen. Jan Klaassen, Katrijn. Jan Klaassen, Katrijn. Kom er eens even bij. Jan Klaassen. Ah, Katrijn, jou moet ik net hebben. Ja, maar heeft u Jan Klaassen ook gezien? Nee, ik heb Jan Klaassen niet gezien, maar Katrijn, moet je luisteren. Ik moet vanavond weg en ik zou willen vragen of jij op August wilt passen. Oh, dat is nou vervelend, ome Willem. Ik moet vanavond toevallig zelf ook net weg. Ik moet naar de VOS-cursus. Maar ja... Nou ja, dat is niet zo erg hoor, dat doet Jan Klaas het zelf wel. Die moet toch op Jantje passen. Oh, als hij op Jantje moet passen, dan komt dat goed uit. Ach, zou u misschien even tegen Jan Klaas willen zeggen
dat hij moet oppassen, want ik moet nu echt weg, hoor. Ja, ik zal het tegen Jan Klaassen zeggen, hoor. Ja, ja, mooi. Oom Willem nog even een kusje. Ah. Ja. Ja, hoor. En heel veel plezier vanavond op de cursus, hè? Ja, je vergeet het niet te zeggen, hè, oom Willem? Nee, hoor, ik zal het tegen Jan zeggen. Dag. Dag, Katrijn. Dag. Ah, die lieve Katrijn. Moet ik het even tegen Jan Klaassen zeggen? Jan Klaassen! Jan, waar ben je, jongen? Hebben jullie Jan gezien? Nee, ik begrijp het niet. Jan! Jan Klaassen! Hier is hij ook al niet. Rakkers, weet je wat we nou doen? Als jullie nou Jan Klaassen zien, zeg dan even tegen Jan Klaassen dat hij op August en op kleine Jantje moet passen. Ik zoek ondertussen Jan Klaassen erachter, maar als jullie hem zien, vertellen jullie het dan even? Hij moet passen op Jan op Jantje Klaassen en op August. Jan Klaassen, waar zit je nou, jongen? Jan! Hoi, hoi! Dag, kinderen! Hey, kinderen! Hebben jullie toevallig ook Katrijn gezien? Nee, ja. Wat zeggen jullie? Is die naar de vos? Wat? Ja, maar de vossenjacht, dat is toch al lang verboden? Oh, wat? Moet ik ook passen? Oh! Moet ik op Jantje passen en op August? Ja! Ja, maar zeg, hé, kinderen, oppassen, dat is toch geen mannenwerk, hè? Ja! Nou ja, mannen, hè? Mannen zijn nooit babysitter, hoor. Nee, hoor, nee. Nee, babysitten, hè, dat is vrouwenwerk. En zal ik jullie eens wat zeggen? Als Katrijn kan weggaan, dan kan ik dat ook. Moet Jantje maar eens een keertje op zichzelf passen. Ajoes, kinderen. Tot jou. August. Ja, ik begrijp het niet, hoor. Hij. Hoi. Ome Willem. Oh, luister jongen, wij... Mag ik toch mee? Wij moeten samen eens even praten. Nee, deze keer niet, Aug. Nee, deze keer... Waarom nou niet? Nee, August, ik heb al met iemand anders afgesproken. Oh, met een meisje. Ik heb helemaal niet met een meisje afgesproken, August. Ik ga gewoon met een vriend van mij, ga ik naar de bioscoop en ik heb twee kaartjes. Nou, gaan we toch gezellig met z'n tweeën? Nee, August, dat kan niet. Gewoon een andere keer. Zeur nou niet. Moet ik vanavond helemaal alleen naar bed? Nee, August, dat is nou juist het leuke. Luister, Aug. Jij bent vanavond helemaal niet alleen, August. Jantje is er ook. Oh! Ja! Jantje? Heerlijk. Wat heb ik daar nou aan? Luister, Aug. August, jij bent een grote kerel. Ja. Jij bent groot. Oh, August is groot, maar Jantje is maar heel klein. En mag jij vanavond op Jantje passen, Aug? Oh, ik mag vanavond babysit zijn. De hele avond en helemaal alleen. Hé, oma Willem, maar ik kan ook heel laat opblijven. Je stopt eerst Jantje in bed en dan wacht je tot Jantje slaapt. Nou, en tegen die tijd ga jij ook naar bed. Aug, geregeld? Oh, weet ik het goed gemaakt. Dan zorg ik ervoor dat Jantje heel lang wakker blijft, ome Willem. Dat is nou ook weer niet de bedoeling, dacht ik, hè? Niks daarvan. Nee. Ome Willem, weet je wat ik dan doe? Tel ik hem een verhaaltje. Ja? Maar één ding, Aug. Je blijft van mijn sigaar af, hè? Oh, jij blijft van mij. Limonade, ja. Sigaren en televisie kijken mocht ik. Aug, wat voor verhaaltje ga je dan vertellen? Van de wolf en de zeven geitjes, ome Willem. Oh, maar wacht, dat ken ik ook, dat ken ik ook. Zal ik het Aug eens maar vast even vertellen, dat verhaal? Goed, Aug, moet je luisteren. Dan spelen we gewoon dat ik August ben en jij bent Jantje. En dan kom jij lekker bij mij op schoot zitten. En dan zal ik jou wel eens een heel speciaal verhaal vertellen van de wolf en de zeven geitjes. Daar gaat het. Het waren zeven geitjes, hun moeder ging boodschappen doen.
De moeder zei, lieve kinderen, je mag niemand open doen. De geitjes zaten te wachten, toen klonk er een stem door de nacht. Doe open, ik ben jullie moeder, ik heb je wat moois meegebracht. Van de moeder, dat zal de wolf wel zijn. Maar de wolf, hij ging honing eten en zo kreeg hij een stemmetje fijn. Mijn lieve kinderen, doe open, want moeder is altijd zo goed. Maar de kinderen zien zijn poten en die zijn zo zwart als roet. Toen ging de wolf naar de bakker en heeft meel op zijn poten gedaan. En hij riep met zijn fijne stemmetje en ze hebben hem open gedaan. De wolf is binnengekomen, ze hebben zich vlug verstopt. In de kast, in de bed, in de oven en Jan Heijn in de Friese klok. Jan Heijn bleef doodstil zitten en heeft alles aan moeder verteld. Toen zijn ze de wolf gaan zoeken, de wolf lag te slapen in het veld. En de moeder knipte hem open, hem open zo vlug als zij kon. En daar kwamen zes geitjes naar buiten en ze keken verbaasd in de zon. En één heette Harry Mote en die speelde accordeon. Ome Willem, als nou vanavond die boze wolf komt, hè, dan doe ik hem lekker niet open. Die wolf komt vanavond niet, August. Ja, maar als hij nou toch komt. Ja. Bestaat hij niet? Ja, je hoort het. Bestaat hij? Oh, wat jammer nou toch. Ik zou hem best graag eens een keertje hebben willen zien. Ja, nou, klaar, afgelopen met dat geteut. Zorg jij nou maar eerst dat Jantje in bed komt. Is dat afgesproken, Aug? Ja, Ome Willem, gaat u maar weg. Ik pas wel op Jantje en het huis. Jantje, waar is Jantje? Jongens, ik moet weg. Ik kom anders veel te laat voor de bioscoop. Ome Willem, ga maar weg. Ik zoek Jantje wel. Fijn. August, je bent een grote, brave knul, hoor. Veel plezier vanavond, knul. Als je alleen bent, hè? Grote knul. Zo, rakkers, eindelijk kan ik move. Ziezo, nou ben ik helemaal alleen de baas. Ja hoor, kijk nou eens. Ach,
Hij ligt te slapen, hoor. Zo. Zie, zo. We zullen hem toch een verhaaltje lezen. Eindelijk rust. Je moet hem nog een verhaaltje voorlezen. Oh, heeft ome Willem dat nog niet gedaan? Nee. Ja, maar eerst eens even doen wat ik zelf graag wil, nou ik de baas ben. Zo, hè, hè. Zeg, kinderen. Ja. Wat is het hier stil, hè? Ik dacht dat ik wat hoorde. Wat? Hey, kinderen. Het is toch wel een beetje eng, hè? Zo helemaal alleen in zo'n groot, stil huis. Stel je nou toch eens voor dat dadelijk die grote boze wolf naar binnen stapt. Oh, en ik weet eigenlijk geen eens of ik de deur wel gesloten heb. Nee, kom maar, zeg, ik durf hem niet open te doen, hoor. Eng is dat. Als nou straks die boze wolf aanbelt, hè? Zal ik de deur dan open doen? Moet ik hem dan binnenlaten? Oh, wat moet ik nou doen, kinderen? Hallo. Ja, doe eens open. Daar? Ik. Ja, wie is ik? Henk de Wolf. Oh, wat moet ik nou beginnen? Oh, wacht eens even. Ik ga een valstrik zetten. Ik trek aan het touw. Hij struikelt. Ik gooi het laken over zijn hoofd. Sorry. Hoe heet je, jongetje? Doe eens open. Ik ben een vriend van ome Willem. Ja, ja. Nou, komt u maar binnen, meneer de Wolf. Hallo, ome Willem. Waar is... Oh. Hé, hey, kijk nou eens. Een kindje. Hé. Hey. Zo, hebbes, meneer de grote boze wolf. Zo, alsjeblieft. Wat is hier allemaal aan de hand? Ome Willem, ik heb de boze wolf gevangen. August heeft de boze wolf gevangen. Leo? Henk, Willem. Waar was je nou? Ik stond al die tijd daar bij de bioscoop te wachten. Ik sta de hele tijd op je te wachten bij de bioscoop, maar je komt maar niet. Dus ik denk, nou, ik ga maar even kijken of die thuis is. Oh, en toen dacht August natuurlijk dat jij de boze wolf was. August, die is berensterk, zeg. Ik schrok me rot, Henk de Wolf. August. Geweldig, wat een spierballen heeft die kinderen. Oh. Jongen, je hebt het heel goed gedaan. Ja. En je bent een hele grote knul. Nou, is, hoor. Zeker, ja. Zeker. Ja. Rakkers, we gaan eerst eens even gezellig met elkaar wat drinken. Hè? En als we wat gaan drinken, ja? Kijk eens, Rakkers. Jantje slaapt. En dan moet jij straks maar eens even vertellen wat er allemaal gebeurd is, Aug. Maar eerst... Deze vuist op, deze vuist. Deze vuist op, deze vuist. Deze vuist op, deze vuist. En zo klim ik naar boven. Zo, Rakkers, dan krijgen we oude geitenbreiers uit het orkest.
Zo hebben we daar de hoofdgeitenbreier. Hai, Manning. En dan hebben we daar de papjesgeitenbreier. Frankie Nonoya. En dan de grote grijze geitenbreier Harry Moten. En wie hebben wij hier? Speciaal uit Maastricht, Rakkers. Piekendassen. En hij, Rakkers, hij is helemaal niet Henk de Wolf, hoor. Nee, Gerard Cox. Edwin Rutte, de film van ome... Ay, Rakkers, doe nou eens een keer je voeten van de bank, hè. Joepie, daar... Zo, ik kom eens even met de deur in huis vallen. Ajoepie, daar! Zo, dag, lekkere. Oh, wat hoor ik achter mij? Daar hoor ik de grote grijze geitenrijden. Dag, Harry. Dag, ome Willem. Dag, Harry. Dag Harry Banning. Dag ome Willem. Dag Frankie Nonoya. Dag ome Willem. Zo Rakkers. Ja, ja. Mind you, het wordt een gezellige middag Rakkers. En geef maar even elkaar een klein. En dan nu aan de werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg het even allemaal. Zijn er hier ook meisjes in de zaal? Help grote sterke meisjes! Veel plezier, zijn er ook wel jongens hier? Grote sterke jongens! Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Wou dat ik een ijsje had, ijs met slagroom, lusten jullie dat? Snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wat bloemkool dan? En met een paapje, met een paapje, met een paapje, met een paapje. Bloemkool met een papje is wel lekker, Hans. Maar weten jullie wat ik het allerlekkerste van de hele wereld vind? Oh, zalig, voor alles de rook er nog van afkomt. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje apoep? Waarom willen we een broodje poep? Vinden de kinderen vies? Vinden de kinderen vies? Zo smerig. Mag ik niet zeggen een broodje poep? Nee, geen broodje poep. Moet je oma willen, maar rapapa. Rapapa, rapapa, rapapa. Ome Willem altijd met je broodje poep. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een papieren muts die zingen kan? Wat bestaat dit? Wat bestaat dit? Wat bestaat dit? Meisjes, jongens, geitenbreiers, rakkers, cameramensen, muzikanten. Is ome Willem gek? Ja of nee? Ja! Jongen, willen we rappen. Kom maar, ome Willem, hou er nou toch eens een keertje mee op, man. Ik hoop dat ik maar niks meer vraag. Er is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop ermee. Knip, knap, knip, kom. Thank you.
Ja, Rakkers, ik ga het hier eens even heel erg gezellig maken. En weet je waarom ik het hier zo gezellig ga maken, Rakkers? Ik zal het jullie zeggen, Rakkers. Ome Willem is vandaag jarig! Ja, en Rakkers, hartelijk gefeliciteerd, ome Willem. Dankjewel, Rakkers. Ome Willem, hoe oud ben jij nou eigenlijk geworden? Rakkers, dat zal ik jullie vertellen. Ome Willem is vandaag 200 geworden. Ja, Rakkers, en dat is een leeftijd, ik zou jullie zeggen, dan zal zelfs Sinterklaas meneer tegen mij zeggen. Dan zeg ik, hallo, dag Sinterklaas. En dan zegt hij, ha, dag meneer. Ja, en Rakkers, dan ga ik ook allemaal beroemde mensen uitnodigen op mijn verjaardag. Meneer de Uil, Siculama, Cactus, de Brandweer, Dickie Dick. Ja, wat nou? En mevrouw Stemband. En weet je wie ik ook op een partijtje uitnodig? De koningin. Ome Willem. Hey. Hallo, Dajan. Ome Willem, ja. Wel gefeliciteerd. Nou, dat vind ik aardig van je. Vind ik leuk. Heel sportief. Hey, ome Willem. Ja. Hoe kunt u nou 200 jaar worden? Dan ben je toch al lang dood? Nee. Kijk, Jan Klaassen. Ik ben 200 keer op de televisie geweest. Dus als ome Willem ben ik 200. Oh, maar wacht eens eventjes, ome Willem. Dan ben ik ook jarig. Ja, dan ben ik ook 200. Nee, maar jij bent niet ome Willem, jongen. Ja, maar ik ben ook wel 200 keer op de televisie geweest. Niks zoveel als u. Nee. Kijk, dat zie je echt helemaal verkeerd, hoor. Kijk, dit is gewoon... Nee, ome Willem. Dat zie ik niet helemaal verkeerd. Ik ben ook 200. Luister nou eens hier, Jan Klaassen. Kijk, dit programma heet... De film van ome Willem, ja? Ja? Dat is dus mijn programma, ja? Dus is er maar één vandaag 200 jaar geworden, ja? En dat ben ik, ja, ome Willem, ja? Ja, hey. Maar je bent helemaal geen 200, hoor, ome Willem. Ik ben wel 200. Is dat waar, kinderen? Ja! Ja. Nou, goed, dan ben ik ook 200 en dan is Katrijn ook 200 en Jantje ook. Dan moet jij eens even heel goed luisteren, eigenwijze Jan Klaassen. Als jij zo door blijft gaan, jongetje, dan mag jij misschien wel niet op mijn verjaarspartijtje komen. Ha? Ik wil niet eens op uw verjaarspartijtje komen. Ik ga een eigen verjaarspartijtje geven, ome Willem. En dan nodig ik allemaal beroemde mensen uit. En dan mag u lekker niet komen. Lekker punt. Zo ga jij. En dan zal ik je... Oh goed, dan geef jij een partijtje en dan geef ik een partijtje. En dan zal je zien, dan komen alle mensen op het verjaarspartijtje van ome Willem. En dan zit jij helemaal alleen. Je gaat maar naar jouw partijtje. Dag. Ja. Hey, ome Willem. Jij gaat maar lekker naar jouw partijtje, hè. Doei. Dag. Ome Willem. Doei. Dag. Zeg Rakkers, begrijpen jullie dat nou? Ik probeer zo aardig aan Jan Klaassen uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ik ben toch alleszins redelijk, Rakkers. Ome Willem. Wat is het, Harry? Ik denk dat ik het wel weet. Voor de draad ermee, jongen. Eigenlijk heeft Jan Klaassen wel gelijk. Want hij is ook 200 keer op televisie geweest. Wat? En... Ook 200 keer op televisie geweest. En, maar, ja, wou jullie... Jarig, wij zijn ook. Oh ja, jongens, gefeliciteerd. Oh, jullie ja. Harry? Dank je wel. Ja. Dank je wel. Gaan jullie nou ook zo beginnen, net als Jan Klaas? Moeten jullie eens goed luisteren? We kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk jarig zijn. Hè? Waarom niet? Omdat koningin natuurlijk niet aan iedereen een medaille kan geven. Oh, dus u krijgt wel een medaille van de koningin? Ja, maar natuurlijk krijg ik een medaille. Ik ben 200. Maar wij zijn ook 200. Nee, jullie zijn muzikanten. Nou en?
Nou, eigenlijk horen jullie er helemaal niet bij, hè? Oh, maar dan, dan spelen we niet, jongens. Nee, prima. Nee. Sluit hem maar, hè. Perfect. Jullie spelen niet meer. Nee. Spelen jullie niet op mijn feestje? Wat? Wacht. Zo, ik kan toevallig zelf heel mooi fluiten. Ik heb jullie helemaal niet nodig op mijn partijtje. Oh, oh, en trouwens, jullie hebben mij niet eens gefeliciteerd. Aha. Iemand ook niet. Nee. En jullie hebben trouwens helemaal voor mij niet gezongen. Ieder ook niet voor ons. Ja, maar jullie zijn ook niet jarig. Wij zijn wel jarig. Jullie zijn niet jarig. Ja, ik ben jarig. Hé, hey, ome Willem, wat hoort ik daar? Hé, hey, is er iemand jarig? Wij zijn jarig. Oh, ik ben jarig. August, jij bent ook jarig. Hoi, 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 hoi. Ik ben ook jarig. Hoi, hoi, hoi. En nou, doen we het even, heel rustig, rustig. Rustig, August. Nou moeten we eens even goed opletten. Twee dingen. Vandaag is er één jarig. Vandaag wordt er 1-200 en dat ben ik. Zo. Oh, maar Harry zegt toch dat ik jarig ben? Ik heb met Harry helemaal niks te maken. Punt uit, ik ben jarig af. Nee hoor, ik ben ook jarig. Ik ben jarig. Niet. Ome Willem, als u jarig bent, hè, dan ben ik ook jarig. Dat zullen wij toevallig nog maar eens zien. En ik zou jullie eens wat zeggen. Heren, muzikanten en August, jullie mogen niet op mijn partijtje komen. En dan niet straks komen zeuren van ome Willem, mogen we toch alsjeblieft komen. Jullie komen niet op mijn partijtje. En ik ga nou lekkere boodschapjes doen om allemaal lekkere dingen te halen voor mijn feestje. Jullie zoeken het zelf maar uit. Wat een bal geworden. Kinderen, vinden jullie dat nou niet gemeen? Ja! Oh. Ik mag niet eens jarig zijn. August, weet je wie er ook een feestje geeft straks? Jan Klaassen geeft een feestje straks. Oh ja, 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 natuurlijk. Die is ook 200. Ja. Nou, dan ga ik vlug naar hem toe. Oh, oh. Hartstikke op. Ja, jij. Zo. Nou, straks. Ik heb allemaal bullen in huis gehaald. En een boel spulletjes. En lekker. Zo heb ik hier, Rakkers, een appel voor Sneeuwwitje. En hier heb ik priklimonade. Weet je, voor wie? Voor meneer Cactus. En wat ganzenlever voor mezelf. En kijk, er nog lekker mayonaise. Oh, en couscous voor Hakim. En oh, en ik heb ook iets voor de koningin. Heerlijk. Daar is ze zo dol op. Boerderijdrop. Heeft ze me gezegd. Daar is ze zo ontzettend dol op. Oh, nou wat gezellig allemaal. Kap me komen hoor. Zo, dat is één eitje. En dat is... Twee. En daar hebben we zo drie lekkere hardgekookte eitjes. En nou eens kijken. Ja, lekkere verse pinda's om zelf te doppen. Zo, dat ziet er gezellig uit, J.K. Ja. Jij verwacht heel wat mensen, geloof ik, op jouw partijtje, hè? Ja, dat doe ik ook, inderdaad, ome Willem, inderdaad. Ik heb ze allemaal uitgenodigd. Allemaal beroemde mensen, en wie dan wel? Ja, kijk, Sneeuwwitje, Chico Lama, meneer de Uil, meneer Cactus, de brandweer, de... Oh, jongen, hey, die zouden allemaal bij mij komen. Ah, nee, hoor, die komen allemaal bij mij. Ik heb ze net gebeld. Oh, nee, die komen bij mij. Jij hebt jouw partijtje en ik heb mijn partijtje. Heren van de muziek en van je 1, 2, 3, 4, 1, 2. Op mijn feest mag jij niet komen. Heren, wordt er niet meer gespeeld op mijn feest? Als wij niet op uw feestje mogen komen, wordt er niet gespeeld. Oh, dat vind ik nou flauw.
Dat vind ik nou zo ontzettend flauw, hè? Luister eens even. Jullie mogen best op mijn feestje komen, hoor. Ja. Pindazat. Nou. Op mijn feest mag jij niet komen. Jij bent altijd veel te stout. Op mijn feest mag jij niet komen, want jij bent van hout. Dan vraag ik de koningin, die heeft vreselijke zin in een lekker hapje. En ik vraag Roodkapje, heel gezellig wordt het dan. Wij kagen en brandweerman zitten in mijn zitje. En ik vraag Sneeuwwitje, maar wat eet een koningin? Hij smet een bonbon erin. En wat eten wij kagen? Vijf rozijnen en een krent. Weet jij wat Sneeuwwitje eet? Appelflappen, lekker heet. En Roodkapje eet Chinees. En de wolf eet mensenvlees. En wat eet een brandweerman? Alles wat die krijgen kan. Op mijn feest mag jij niet komen. Jij bent altijd veel te stout. Op mijn feest mag jij niet komen, want jij bent van hout. Oh, het wordt geweldig fijn. Oh, wat zal ik jarig zijn. Ja, ja, de, ja, ja. Geitenrijers, rustig maar aan, hè. Beetje spelen tot partijtje van Jan Klaassen en niet bij mij. En ik zou jou zeggen trouwens, Jan Klaassen, de koningin die houdt alleen maar van boerderijdroppen, niet van apennootjes. Oh ja? Oh ja. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dat zullen wij dan nog wel eens zien. Lieve rakkers, moeten jullie eens even luisteren. Kijk, direct gaat mijn verjaarspartijtje beginnen. Op! Direct gaat mijn verjaarspartijtje beginnen. En dan komen er allemaal beroemde en aardige mensen op mijn partijtje en niet bij Jan Klaassen. En dan krijg ik van al die mensen, krijg ik allemaal cadeautjes. En Jan Klaassen krijgt geen enkel cadeautje. Rakkers, misschien krijg ik wel een paar speedboten. Misschien krijg ik wel een paar auto's. Of misschien krijg ik een vliegmachine of... Ja, maar natuurlijk. Of een microscoop of... Of ontelbaar plakplaatjes. Nou, zeg. Ja, ze mogen zo langzamerhand wel eens komen, zeg. Jongen. Ja, rakkers, partijtje gaat zo beginnen, hoor. Jan Klaassen, hey, waar zit je nou, Jan Klaassen? Hier, oog. Zeg, ik ben toch zo benieuwd wie er het eerste zal komen, hè? Nou, hey, misschien wel meneer Cactus. Ja. Of de koningin, hè? Een beetje zenuwachtig, ome Willem. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik denk dat jij een beetje zenuwachtig bent, Jan Klaassen. Ben ik zenuwachtig, Alg? Ja, jij bent zenuwachtig. Nee hoor, Algus. Jij bent, ik bedoel Jan Klaassen, jij bent helemaal niet zenuwachtig, hoor. Daar is de bel. En hier komt de eerste gast op het verjaarspartijtje van ome Willem. Die vandaag 200 is geworden. We zijn heel benieuwd wie de eerste gast zal zijn op dit feest. En ome Willem opent de deur. En kijk eens. Hakim op mijn partijtje. Hakim, kom erin, jongen. Gezellig. Hey, Jan Klaassen. Hallo, Jan Klaassen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En jij ook, Alfred. Dankjewel, Hakim. Hallo, gezellig zitten. Hey, ho. Maar dat is niet eerlijk. Zeg, luister eens even. Ik ben jarig. Ho, kom op. Hupsakee. Jij gaat gewoon lekker. Hier, Hakim. Ik vind het zo leuk dat je zo spontaan op mijn partijtje bent gekomen. En we gaan ook gezellig met elkaar wat drinken. En ik heb nog wat couscous voor je anderen. Lekker. Oh! En je hebt een cadeautje voor me. Had je niet moeten doen. Dat. Ome Willem. Wat?
Dat is heel erg gemeen. Wat nou? Want Hakim, hè, die komt voor Jan Klaassen. Ja. Hé, daar zou je Sneeuwwitje hebben. Rakkers. Sneeuwwitje op een partijtje van ome Willem. Ik zal haar even binnenbrengen. Zo, daar is zij. Wat een feest, hè. Hartelijk gefeliciteerd, Klaas. Dankjewel, Sneeuwwitje. Hé, Katrijn. Ik heb lekker 3 kusjes gekregen van Sneeuwwitje. Jan Klaassen, hier, een cadeautje voor jou. Dank Sneeuwwitje. Dankjewel, Hakim. Ik ben vandaag jarig, hè, dat we dat even recht zetten hier. Oh, zeg dat cadeautje. Nou. Zal ik het even voor je uitpakken, Jan Klaassen? Ik denk dat het allerhandigste is als ik dat maar even uitpak. Want het is toch eigenlijk ook een cadeautje. Een cadeautje voor me. Ach. Nare ome Willem. Wat nou? Wat nou? Ik maak het alleen maar gewoon even. Waarom blijf je nou niet aan je eigen kant, hè? Jan Klaassen. Oh, dankjewel hoor, Hakim. Zal ik het even opzetten, zo, Jan Klaassen. Ouwe, een leuke muts op, ouwe. Mooi. Hier, ja. Ja, niks, er wordt geen lang zal zijn leven voor Jan Klaassen. Oh, en nog een pakje daar ook. Zal ik het even voor je openmaken, Jan Klaassen? Hé, er wordt weer gebeld. Oh, wat ben ik benieuwd. Nieuwe gasten voor een partijtje van ome Willem. Nou, toch goed gaan. Zo, kom erin. Leuk dat je leeft. Dank je wel. Hartelijk gefeliciteerd. Jan Klaassen, hartelijk gefeliciteerd. En mag ik wat vragen? Hoe oud zijn jullie nu geworden? Ik weet niet. 200, meneer Kaktus. 200 jaar met z'n tweeën, dan zijn jullie samen 400 jaar oud. Hallo, meneer Kaktus. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Oh, ja, ik ben dus jarig en 200. Daar heb je die vervelende ome Willem weer. Ik heb je toch gezegd dat je niet op mijn feestje mag komen? Waarom blijft hij niet aan zijn eigen kant? Ik weet niet. Oh jee, nee hè. Is hij weer bezig? De eerste ronde. Zeg meneer Kaktus, ja. Hij is ontzettend vervelend hoor, die ome Willem. Het valt mij op dat ome Willem is altijd heel erg vervelend op andermans verjaardagen. Ach, kindergezelschap. Ja. Het is namelijk zo, het is namelijk mijn verjaardag, hoor. En jongens, vinden jullie niet? Ome Willem is eigenlijk een heel verwend knulletje, hè? Ja, jawel, jawel. Ja, en vandaag hebben we namelijk iemand uitgenodigd om de stomp uit te delen. Nee. En dat is namelijk Jan Klaassen. Nee. En wie gaat Jan Klaassen de stomp uitdelen? Nee. Aan alle verwende knulletjes. Nee. Rakkers. Weet je wat ik ga doen? Ik ga direct vast naar buiten. Ik ga naar buiten toe en ik wacht de koning. Lang zal ze leven voor mij zingen, dat hoeft helemaal niet. Ik ga naar buiten en ik ga naar de koningin en ik wacht de koningin op en ik ga gewoon alles tegen de koningin zeggen. En dan ga jij straks gewoon lekker voor mij lang zal ze leven. Ik vind er op zo'n manier, koningin, vals is het ook gewoon hoor. Mijn partijtje is misselijk. En wie is er eigenlijk net in deze ronde, de ronde, op visite gekomen? Ik weet niet. Wie is er op visite gekomen? Ja, dat weet ik kaktus wel. Meneer de Uil. Oh, meneer de Uil. Beste Jan Klaassen, beste August, beste kinderen en alle anderen die hier tezamen zijn.
Het is mij een groot genoegen om namens alle dieren uit het grote dierenbos op deze plek aanwezig te zijn om Jan Klaassen en August te feliciteren met hun 200ste verjaardag. Geheel hartelijk gefeliciteerd. Zijn hier voorslags heen gesneld. Hé, wacht eens. Hé, waar kan Chico Lama gebleven zijn? Daarnet liep hij nog geheel naast me. Misschien is het wel... Dat zou een regelrechte ramp zijn, beste mensen. Want Chico Lama heeft bijzonder gauw last van heimwee. Hij kan geen dag buiten het grote dierenbos. En wat erger is, hij heeft het cadeautje bij zich. Meneer Den Uyl, misschien is hij verdwaald. Ja? Si, hier ben ik al. Hartelijk gefeliciteerd, Jan Klaassen. Oh, dankjewel hoor, Chico Lama, dankjewel. Ik moest nog even terug naar het grote buitenbos. Ik had het cadeautje laten liggen. Alsjeblieft, Jan Klaassen. Ja, ik zal het wel even vangen. Zo, het is leuk. Nu tijd voor een lied. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Piepen de. Hoera. Rakkers, ik heb alles tegen de koningin gezegd en in die zak zitten een heleboel cadeautjes en ik weet zeker dat ik die allemaal krijg. Mag ik even? Ja? Ik vind het heel fijn, August, Jan Klaassen, Lekactus, Kweetie, mevrouw Stemband, Sneeuwwitje, Hakim, Geitenbreiers. Ik ben bijzonder blij dat ik hier op de 200ste verjaardag van Jan Klaassen en August aanwezig mag zijn. Hare Majesteit, u vergeet mij hoor. Wie bent u dan? Maar. Ome Willem! En ik ben 200, zei je me, Majesteit! Koningin, ja? Dat is allemaal niet waar, hoor. Nee. Nee. Is wel waar. Nee. Is dat zo, kinderen? Nee. Koningin. Ja. Hou jullie nou eens even je taters, kan ik opstaan. Hé, jongens. De koningin kan anders niet praten op de verjaardag van ome Willem. Ja, dat kan ik zelf wel, hoor. Ome Willem, die kinderen schreeuwen, maar ome Willem die is heel erg gemeen. Want die wil helemaal alleen jarig zijn, koningin. Oh, dat is helemaal... De derde ronde, Dan wil ik hier eigenlijk toch wel even stellen dat het duidelijk is geworden dat oma Willem is een jokkebrok. Dat was alleen maar een grapje hoor. Grapje, was een grapje. Meneer William, die grapjes, daar hou ik niet zo vreselijk van. Maar u kunt het nog goed maken hoor. Dan wilde ik, lieve jongens en meisjes en alle mensen die door de jaren heen aan dit programma hebben medegewerkt voor de schermen en achter de schermen en u allemaal mijn excuses aanbieden en ik zal het nooit meer doen. Hebt u cadeautjes? Is dat beloofd dat je het nooit meer zal doen? Het is beloofd, zo ware helpen mij August. Ja, nou, vooruit, ga nou maar snel uitdelen, want ik heb een honger als een paard. Ah, en ik heb, het zou de verjaardag van ome Willem niet zijn, als ik iets zo ontzettend lekkers, majesteit. Ja, houden jullie je adem maar in. Daar komt het, op het grote feest van ome Willem. En ja. Dank jullie wel, Rakkers.
En nu, op dat partijtje, dat enige partijtje van mij, van ome Willem, die 200 jaar geworden is, zal ik de kaarsjes van de taart in één blaas uitblazen. Ja, natuurlijk, lieve kind. Jongens, let op. Ome Willem gaat in één keer al die kaarsjes uitblazen. We tellen tot drie. Kom op, Willem. Dat mag niet. Wat zit me nou? Dat moet uit, dat mag niet. Oh, nee toch? Ja. Oh, nee. Stop. Oh, ja. Zo mooi, hoor. Stop. Oh. Ome Willem. Deelt u dan maar boerderij erop uit, hè? Maar eerst... Lieve rakkers, op de partij van ome Willem, voor de 200ste maal... En deze vuist op deze vuist. En deze vuist op deze vuist. En deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Zo, lieve rakkers. Maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om de geitenbreiers van het orkest voor te stellen. Zo hebben wij daar de hoofdgeitenbreier Harry Banning. En dan gaan wij over naar de pakjesgeitenbreier Frankie Noja. En dan de grote grijze geitenbreier Harry Moot. En kijk eens even hier, de koningin, een goede vriendin van aardstaartjes. En dan hebben we hier een meneer Kaktus, een mevrouw Stemband. En hoe was uw naam? Weet niet. Hey, weet je dat niet? Hij weet niet eens zijn eigen naam. En die hebben we hier, Haakteen. En ook nog kleine Stibbetje. En geef elkaar maar even een klein ketje. En de brandweerman. En haha, en in het grote dierenbos, wie hebben wij in het grote dierenbos? Ja, in het grote, daar zijn ze, meneer de Uil en Chicolama. En lieve rakkers, laten wij tot besluit nog eenmaal met elkaar onze vuistjes uitsteken. En thuis ook, daar gaat ze. Met deze vuist op deze vuist, rakkers, deze rakkers. Laat de kinderen tot mij komen! Rakkers, kom!